De vraag, wat ben ik? De vraag, wat wil ik zijn? De vraag, wat ben ik geweest? De vraag, wat heb ik gedaan? Wat moet ik doen? Wat zal ik doen? Hoe zal beoordeeld worden wat ik doe? Mensen worden in het oog van anderen gedefinieerd door hun daden en eventueel door wat ze zeggen. Het centrale idee is dat de mensen zichzelf en elkaar onophoudelijk verkeerd beoordelen. Men zal weten dat over de mens niets te bewijzen valt. Dat er van hem in doen en laten, in wezen en verschijning, in heden en verleden, nog geen schim valt te bekennen van wat hij is en is geweest. We zijn niets anders dan de strandvonders van ons eigen leven. Brokstukken verzamelend langs de zee der vergetelheid. Ik zou willen aankondigen dat toch ieder van ons vieren evenveel ongeveer spreektijd krijgt. Dat we gelijkwaardig zijn in dit gezelschap. Ja, maar zeer geachte voorzitter, dat vind ik een verkeerd idee. Mag u even onderbreken? Nee, u mag mij niet onderbreken. Ik ben helemaal uit Parijs gekomen om u te woord te staan. En moet u niet met vervelende onderbrekingen komen. Nee, het is een vertelgesprek van mijn kant. Dit is een levensgroot beeld. Ja, zo, hier. Heel veel mensen die een ongeluk beleven, die denken dat ze de enige ter wereld zijn die in het ongeluk gestort worden. Door wie dan? Door de noodlot, door de goden, noem maar op. Maar als ze dan een roman van mij lezen waarin ook een nobele romanfiguur in het ongeluk gestort wordt, dan denken ze, ha, nou ja. Enfin, ik hoef me dus niet te schamen, ik ben niet de enige. U bent eigenlijk een trooster. Nou, daar heeft u nou echt het kernwoord van mijn roeping aangeraakt. Ik hoor al 20, 30 jaar, oh, Hermans is veel milder geworden. Ik ben helemaal niet milder geworden, maar gewoon de mensen zijn te lui om mijn kwaadaardige boeken te lezen. Tenminste, sommige mensen worden vrij gelezen, moet ik zeggen, hoor. Er zijn veel mensen die ze lezen. Maar ik bedoel, dit, maar u wil dus helemaal niet mild worden. Er zijn miljarden mensen op de wereld waar je medelijden mee moet hebben. En nog afgezien van alle honden, katten, varkens en koeien die afschuwelijk aan hun einde komen, kun je allemaal medelijden mee hebben. Medelijden is eindeloos. Ik weet niet of medelijden mijn passie is, maar ik geloof wel dat die passie bij het klimmen der jaren groter is geworden. Willem Frederik Hermans is een schrijver met een imposant oeuvre. Je kan het zo gek niet bedenken of hij heeft het wel geschreven. Romans, toneelstukken, essays, poëzie, wetenschappelijk werk, polemieken. Alles heeft hij wel beoefend. En in dat opzicht lijkt hij misschien het meest op Multatuli, de grootste schrijver van de 19e eeuw. En ik beschouw Hermans ook als de grootste schrijver van de 20e eeuw. En ook in temperament en in humeur leek hij erg op Multatuli. Hij was grillig, cynisch, scherp en agressief. En Hermans, overal waar hij kwam, wist hij ook schrik aan te jagen. En zelf heeft hij eens gezegd dat hij een smoesje had bedacht voor het geval, het hypothetische geval, dat hij de Nobelprijs niet zou krijgen. Want die Nobelprijs, zei Hermans, die was eigenlijk alleen maar bedoeld voor wereldverbeteraars die het beste met de mensheid voor hadden. En ik, zei Hermans, ik acht het in overeenstemming met de bedoeling van Nobel dat ik die prijs niet gekregen heb. Leefde Nobel nog? De dynamietfabrikant zou mij alleen maar als een concurrent hebben beschouwd. Kun je eens beschrijven hoeveel je moet doornemen voor je biografie over Hermans? Ja, dit is redelijk overzichtelijk. Ik heb net 48 verhuisdozen correspondentie doorgewerkt. En ik heb nog, even kijken, waar zit dit? Dit heb ik nog te gaan. Dat zijn de bijzondere archieven waarin dus 5 dozen met Weinreb zitten enzovoort. Ik ben nu 3 jaar, 1,5, 2 dagen in de week bezig met het archief. Ben je hem nou sympathieker gaan vinden op de een of andere manier of juist niet? Of vind je dat een lastige vraag? Nee. Ben je hem beter gaan begrijpen? Ja, dat wel. Maar sympathie is iets wat hij op de een of andere manier is hij. Ik denk dat ik hem misschien minder. Sympathie is niet een woord wat bij je opkomt bij hem. Net zo min als.
Ik zit net het stuk van de jonge Fransen te lezen over zijn verblijf in Parijs. Daarin staat dat Hermans niet gelukkig was in Parijs. Maar Hermans was nergens gelukkig. En het woord gelukkig of het woord blij of zoiets dergelijks is niet wat je met hem associeert. Maar dat is ook niet nodig. Sympathiek ook niet. Ik herinner me dat toen ik Freddy de Vreeus een keer sprak. Voor het eerst sprak. Toen zei hij, en ben je een rotopmerkingen tegengekomen over mij in brieven aan anderen? En dat was zo. Dat heeft voor Freddy de Vree nooit betekend dat het niet een goede vriend zou zijn. Dus. Dat moet je me even uitleggen. Stel, ik ben met jou goed bevriend en ik roddel naar een derde van die Otterspeer. Die is toch, zo zat hij in zijn vrouw en weet ik veel wat. Ja, ja. Het maakte voor Freddy de Vree niet uit. Ja hoor, ik ben een verschrikkelijke misantroop. Ja. Ja hoor. Heel gevaarlijk. Ik weet wel dat Emmy Hermans ooit tegen mij aan de telefoon zei, jij hebt toch geen ruzie, je hebt toch ook niet ruzie met Wim, hè? En toen zei ik, nee, ik heb nooit ruzie met hem gehad, nee. Ik weet ook niet waarom niet. Dat zou je hem moeten vragen, maar dat kan niet meer. Misschien dat het in al die dagboeken ooit staat en misschien staan er wel vreselijke dingen over me. Zou ook nog kunnen. Misschien ben je heel plooibaar. Misschien ben ik plooibaar, ja, het zou kunnen. Maar wat heet plooibaar? Kijk. Hij heeft zelfs heel aardig over je geschreven. Ja. Laten we het zo zeggen. Je kwam. En dan kwam er eerst een reeks. Wie hem allemaal verraden hadden. Of wie hem bedrogen hadden. Of. Maar het was nog net als in Ik heb altijd gelijk. Altijd hadden mensen hem iets aangedaan. Ik begrijp wel dat de hele maatschappij zo is ingericht dat de meeste mensen niet betrouwbaar kunnen zijn. Maar als ze ten opzichte van mij onbetrouwbaar zijn, dat neem ik ze toch wel kwalijk. Ja. Het is ook wel interessant. Hè? Het is paranoia in volle werking, want het is toch een beetje paranoïde. In volle werking is heel boeiend om te zien. Maar je wist ook, op een gegeven moment zou het weer over zijn, want er was geen kwade wil tussen ons. We hadden geen conflict. En dan werd er heerlijk gegeten. Dan had hij niet alleen een gewone champagne, dan had hij ook zo'n champagne in een hele specifieke fles. Een of andere Perrier met jugendstilmotieven erop. Dan maakte Emmy een onvoorstelbare taart van zeevruchten, zoals ze in restaurants zeggen. En dat was echt een meesterstuk. Ja, dan had je een perfecte middag. Iemand te ontmoeten kost mij een verschrikkelijke inspanning. Als ik niet wist dat het noodzakelijk schijnt te zijn van tijd tot tijd iemand te ontmoeten, zou ik er niet meer toe overgaan. Tot mijn 16e jaar had ik nooit in het bijzonder over ontmoetingen nagedacht. Ik liep mijn ontmoetingen helemaal aan het toeval over. Met het gevolg dat ik, wanneer ik met iemand kennis maakte, voornamelijk dacht, hoe kom ik van hem af? Hoe kom ik in godsnaam van hem af? Zijn allereerste publicatie in een tijdschriftje tijdens de oorlog, een clandestien blaadje van jongeren, Parade der Profeten. Zijn allereerste publicatie is een gedicht waarin hij het heeft over het spelen van kinderen buiten op straat. En dan zegt hij, mij heeft het nooit verenigd met anderen, dat spelen. Hun vreugd was mijn angst, mijn vrees, te worden gestenigd. En daar zie je al, het is een outsider. Hij voelde zich ook, zoals trouwens ook Gerard Reven, Simon van het Reven toen, die door een raam naar buiten kijkt naar wat er op straat gebeurt, zich met zijn wang tegen het raam aanvlijt en denkt, ik sta hier buiten, ik hoor er niet bij. En dat had Hermans ook. Zijn hele positie was, wij horen er niet bij. Het werk van Hermans wordt vaak misantropisch genoemd. Hè? Mensenhaterig. Ja. Proef je dat erin? Ja, dit is ook een vereenvoudiging. Zo'n echte misantroop was hij ook niet. Maar het was wel iemand die voortdurend probeerde om de om de mensheid met stokslagen tot verstandig gedrag te dwingen. Zoiets. Dat kun je geen misantropie noemen. Hij was ook diep in de mensheid teleurgesteld. Ik heb een ontzettende blunder begaan. Heel lang geleden. Met een essay in Maatstaf. Waarin ik Hermans en Geert van het Reven vergeleek. En
toen dacht ik dat Gerard van der Dreven de godsdienst totaal belachelijk maakte en opzij gezet had. En daar was verder niks mee te beginnen. En Hermans, dacht ik, die is nog altijd in een strijd gewikkeld met het aanvaarden van een wereld zonder God. Dat denk ik ook nog wel. Maar wat van het Reven betreft, had ik me totaal vergist. Dat, wat achter de ironie ging, wel degelijk geloof schuilen. En dat heeft zich daarna ook steeds duidelijker gemanifesteerd. Wat vond je nou fascinerend aan Hermans als persoon? Zijn kwetsbaarheid eigenlijk. Eigenlijk zijn ik vond het eigenlijk een heel ontroerende man. Ik vond het een heel ontroerende man. En ook wel zijn eenzaamheid, dat fascineerde mij. Terwijl hij toch omgeven, heel veel mensen die genoten van hem en genieten nog steeds van hem. En wie heeft nou een grotere lezerschare dan Hermans? Hij had een gelukkig huwelijk, had een kind, zeer succesvol. Al dat soort dingen. En toch was hij eenzaam. Toch was hij eenzaam, ja. Ja. Hart vol treurigheid. Wat ben je toch? Een ingeslapen kamer waar met zijn ellebogen op het gesloten boek de verloren zoon de oude blauwe vlieg van de jeugd hoort zoemen. Deze zin. Daarvan zei hij dat hij daar eigenlijk altijd eigenlijk van moest huilen. De verloren zoon de oude blauwe vlieg van de jeugd hoort zoemen. Of een spiegel die herinneringen ophaalt. Of een graf dat door een rover in zijn slaap gestoord is. Ja, prachtig gedicht. Dit is een van de beroemde kisten. Is dit lak? Ja, daar is het mee afgesloten geweest. Hermans heeft die kisten al bij zijn leven naar het Letterkundig Museum gebracht en laten verzegelen. Niemand mocht daarin zonder zijn toestemming. En na zijn dood zijn ze dus opengemaakt. Mag ik even kijken? Je mag even kijken, hij is leeg. Oh, jammer. Hoeveel van die kisten waren er? 7, dacht ik. En zaten ze helemaal vol? Ik heb ze zelf nooit vol gezien. Ik heb ze pas gezien toen ze geleegd waren en in dit soort mooie bakjes gestopt. Wat is dit? Ja, de eerste keer dat ik bij mevrouw Hermans thuis kwam, toen bracht ze me naar een kamer waar rondom allemaal kasten stonden en dozen. Dit soort dozen, wijndozen, van alles en nog wat. En daar zat dus het privéarchief van Hermans in. Vanaf de Tweede Wereldoorlog zo'n beetje. Tot aan zijn overlijden. Keurig geordend. Kijk, hier op deze mooie wasdoos, daar staat bijvoorbeeld de B. Van 10 oktober 1988 tot 27 augustus 1990. Dus hij ordende. En deel 5. Ja. Ze zijn leeg, hè? Ja, ze zijn allemaal leeg. Ja. Als ze nou vol waren, had ik er dan niet mogen kijken of niet? Nee. Het archief is in principe gesloten. Ja. Niemand mag daarin. Ja. Het is gedocumenteerd, dat leven, vanaf zijn 12e, 13e levensjaar. In elke periode, literaire of levensperiode, zit wel een hele cruciale briefwisseling waarin je die periode kunt illustreren, beter kunt begrijpen en dus ook die romans beter kunt begrijpen. Dus het is niet één periode waarin er blinde vlekken zitten, zou ik maar zeggen. Ook de Tweede Wereldoorlog niet. Het is fantastisch materiaal. Hij heeft het voor jullie klaargelegd. Soms denk ik dat wel eens. Ja. En hoeveel brieven zijn er? Iets van 10.000. En wat het zo bijzonder maakt ook, is dat Hermans doorslagen van zijn eigen brieven ook bewaard heeft. Met een stempel. Dus je hebt het tweezijdig, ja. De brief die hij ontvangen heeft, maar ook een doorslag van de brief die hij zelf verstuurd heeft. Knipsels. Ik wil natuurlijk ook weten of ik er zelf in zit. Dat moet haast wel. Nou, dan moet je hier even naar de P van Pam kijken. Even kijken. Hier hebben we de beroemde correspondentie met Gerard Cornelis van der Dreven. Ja. 1, 2, 3, 4. Ja, dat is een van de allermooiste briefwisselingen. Waarom is die niet gepubliceerd dan? Dat moet gebeuren. Nee, dat is, daar kun je Hermans op zijn best zien. Heb je die al helemaal gelezen? Ja. Daar kun je Hermans op zijn best zien. Omdat wat hij daar doet is, hij had grote bewondering voor Reven. En hij mocht hem eigenlijk wel graag. Toen Reven katholiek geworden is enzovoort. En toen hij in het Engels ging schrijven, toen was het afgelopen.
Hij geeft dan, ze geven namelijk voortdurend commentaar op elkaars werk. Mm-hmm. En Reven doet dat vooral stilistisch en Hermans doet dat qua ideeën. Mm-hmm. Heb je nou het besef dat als je dat leest, dat je hier de kern van de moderne Nederlandse literatuur in handen hebt? Dit ja, ja, dat is zo. Ja. Ja. Met deze briefwisseling heb je de belangrijkste ontwikkeling van de naoorlogse literatuur. Ja. Ja, zo is dat. Ja. Ja. Ik kan het niet anders zeggen. Ja. Nee, maar ik ben stinkend jaloers op je dat jij dat hier zo in handen hebt. Hermans aan Reven, 4 oktober 48. Beste Simon, neem mij niet kwalijk dat ik je bij je oude handelsmerk blijf noemen. Maar Gerard herinnert mij sedert mijn prilste jeugd aan Gerard van Velzen en Balthazar Gerards. En Cornelis aan de man die het glas gebroken had. Simon daarentegen aan Simon Petrus, die ondersteboven het kruis werd gespijkerd. Nee, in ernst. Ik geloof dat je veel beter, ook in de literatuur, Simon kunt blijven heten. Hoewel het aan de andere kant natuurlijk charmant zou zijn wanneer de naoorlogse generatie haar hechte verbondenheid liet blijken door allemaal dubbele voornamen te gebruiken. Vroeger vonden ze het artistiek twee heel gewone korte namen te voeren. Zoals Dop Bles, Mien Proost, Jan Pot, Klaas Kont, Max Noord. Het wordt tijd met die gewoonte te breken. Zij klinken als op iedere wang een klap. En die hebben deze lieden allemaal zelf verdiend. Even zien hoor. Hier zit de V. Zo zou je... Ik wil even de P zien natuurlijk. En? Kijk. Ja, hier, kijk, hier. Mag ik hem eruit? Hier is een pan. Ja. Hier, pa-pan. Pa-pan, ja. Dus die ga ik nu, die mag ik toch wel even inzien? Nee, niet? Dat mag helaas niet. Nee. Mag toch mijn eigen... Nee? Nee, het spijt me, maar dat mag echt mag niet. Mag niet? Nee. Je pa-pan staat hier. Zijn hele, ja, dat klopt. Het zijn hele strikte regels en ja, daar moeten we ons gewoon aan houden. Dus ik moet ze weer terugzetten? Ja, graag. Oh, nou ja, oké. Okay. Dan gaat pa-pan weer... Ja, niks aan te doen. Jammer. Dat benepen milieu wat in Ik heb altijd gelijk naar voren komt. Dat vreselijke milieu, dat kleine, dat griezelige benepen en dat lelijke vooral ook. En dat je eigenlijk weet dat je altijd gelijk hebt, maar het dus nooit krijgt. En daar eigenlijk ook weer iets aan ontleent. Van die benepen wereld die ik ook gekend heb. Dat was de Nederlandse wereld, late 40er, begin 50er jaar. Die was echt gruwelijk vervelend. Maar ik heb me daar helemaal van afgewend in een eigen soort sprookjeswereld. Ik zeg altijd, het is het verschil tussen realisme en illusionisme. Het is ook misschien het verschil tussen een Calvinistische trek die in veel Nederlandse literatuur zit en een Roomse trek. Het is maar een theorie. Waarom moet die vrouw in Ik heb altijd gelijk zo afschuwelijk lelijk zijn? Hè? Net zo lelijk als die vrouw bij Coetzee, die ook een Calvinistische auteur is, in Disgrace. In Disgrace, geen nek, heel dik. En als ze het doen, moet het op een betonnen vloer. Allemaal vreselijk onaangenaam. Nou, als je de beschrijving van Hermans leest van die vrouw in Ik heb altijd gelijk, die puis die maar niet weg wil, de verkeerde sokken, de huid, alles is even gruwelijk. Hè? Dat maakt alles zo onappetijtelijk. Ja. Daar heb ik van natuur geen zin in. Dus dan houdt het op. Alleen wat je kunt zeggen, het is met meesterschap beschreven. Dat wel. Wat is dit? Waarom zit dat in... Dat zal ik je vertellen. Dat heb ik nog nooit verteld. Hier zit Schopenhauer in. Die werd als Wieland Voorstellung. Je weet dat Hermans een groot Schopenhauer-liefhebber was. En toen hij gestorven was, toen zei zijn weduwe tegen mij... dat hij gezegd had dat ik de enige was die nog in zijn studeerkamer mocht komen. En dat ik een paar boeken mocht uitzoeken. En toen ben ik daarin gegaan in die bibliotheek. Het was een ongelooflijk moment, want als je weet dat hij daar nooit meer terugkeert. En dat je daar dan staat. Dat was heel emotioneel eigenlijk. En toen heb ik deze boeken mogen meenemen. En die heb ik toen ingepakt. En die heb ik daarin gelaten, want... De lucht uit zijn studeerkamer zit daar nog in. Echt waar. De geur van de oasis. Ik zet je even... Ja, wil je het ruiken? Ja, dolgraag. Dan heb je toch nog even contact met hem. Hè? Maar heb jij het zelf nog niet geroken? Jazeker wel, maar je doet het meteen dicht. Want dan moet je natuurlijk niet... Als nee. Dan gaat het weg. Nee, nou goed. Okay. Even... Ja, heerlijk. Ruik je het? Ja, heerlijk. Heerlijk. Je kan niet helemaal open doen, maar... Oké. Okay. W-
Wat maakt hem tot zo'n geweldige romanschrijver? Dat hij een absoluut dwingende wereld oproept. He, nooit meer slapen. Dat tot begin tot het einde, je voelt welke kant het op gaat, is allemaal gruwelijk, bevestigd. Hij had een wereldbeeld. Maar dat je dat wereldbeeld op zo'n manier, zo gedetailleerd, en dan nog, moet ik erbij zeggen, dat vond ik wel fantastisch in zijn eigen vak. He, dat waar hij nou echt iets van wist. Dat daardoor geloof je die wereld ook. Het gaat dan niet over kunst, het gaat over het vinden en geologie en iets. Ja. Heb je het nooit in bezwaar gevonden dat het wereldbeeld is van een totale vergeefsheid? Dat het eigenlijk altijd op niets moet uitlopen? Ja, maar... Dat of zou is dat je, juist iets wat bij mij, literatuur hoort? Dat zei je van mij misschien niet meteen, maar dat vind ik zelf ook wel. Behalve dat je onderweg nog van alles hebt wat aardig is of zou kunnen zijn. Wat je ziet op reizen en eerlijk gezegd in de praktijk... heeft hij dat natuurlijk ook wel gehad, want in de praktijk van bepaalde poëzie, van bepaalde... Kijk, er is één kant van Hermans nooit, denk ik, goed genoeg gezien, en dat is de romantische kant. Een deel van de teleurstelling en de boosheid is teleurgestelde romantiek. Als je Hermans vroege gedichten, of als je leest wat hij over Slauwenhoff geschreven heeft, dan zie je dat hij, daar is aan vergeefsheid ook een romantische kant. Mm-hmm. Nou ja, en... Dat heeft hij zich misschien ook niet zo toegestaan. Hoe komt u nu tot deze visie op de mens als slachtoffer? Nou, dat lijkt me niet erg moeilijk. Men ziet zelden iets anders om zich heen. Het is zo in de realiteit. Ja, maar nu is de realiteit op zichzelf geen excuus... voor wat in een boek beschreven wordt. Maar het is ook bijna het enige mogelijke thema van een roman... Ik geloof dat ieder boek of ieder roman, ieder toneelstuk... dat met de triomf van de hoofdpersoon zou eindigen... dat zou toch een onvoltooide indruk maken. Ik geloof, er is bij geen enkele geschiedenis een ander einde denkbaar... dan de ondergang, de dood. Een heroïsche levensvisie is dus volgens u volstrekt onnatuurlijk. Die kan eigenlijk niet bestaan. Nee, een heroïsche levensvisie is helemaal niet onnatuurlijk. Maar het heroïsche element schuilt juist daarin... dat het toch allemaal tot mislukking gedoemd is. We leven in de illusie dat we iets van het leven kunnen maken... terwijl daar is geen enkele greep op te krijgen. Wij worden gewoon door het leven geleefd. Dat is wel een soort standpunt over wat is onze plaats in het universum, maar die is dus helemaal niks. En dat heeft misschien ook met zijn vak van geoloog te maken. Ja, dat zou ik. Daar dacht ik zelf ook aan. Dat als je eenmaal je begeeft in de geschiedenis van de aardkorst, dan spelen mensen er eigenlijk helemaal geen rol meer in. Er komen geen figuren in uw boeken voor die u zou kunnen bewonderen als ze in de werkelijkheid bestonden? Nee. Dat wil zeggen. Ik geloof dat sommige van mijn romanfiguren toch een zekere waardigheid in het ongeluk vertonen. Althans, voor mijn gevoel vertonen ze dat. En dat is ook eigenlijk wel het maximum wat een mens kan voortbrengen. Een schrijver die totaal geen hoop wekt, behalve dat die aanvaarding van dat al die inspanningen voor niks zijn, dat geeft wel iets geruststellends. Of dat heeft wel, ja, dat heeft ook wel iets van een soort serene berusting. Mm. Men zei dat hij ook niet in aanmerking kwam voor de Nobelprijs, omdat zijn werk niet optimistisch en vrolijk genoeg was. Nee. Hij laat ons geen enkele hoop. Geen enkele hoop. Maar hij kan dus. Maar dat, ik bedoel, het is niet alleen maar het zijn niet alleen maar boeken van desillusie. Ik vind juist dat hij ook heel geestig daarover kan schrijven. Omdat hij een heleboel dingen kan afbreken die andere mensen steeds weer als illusie hebben. Hij is daarnaast ook een echte humorist. Beste Willem Frederik. Zoals je weet viert De Bij dit najaar haar 25-jarig bestaan, waar je te zijner tijd nog meer over zult horen. Een van de dingen echter waarvoor ik alvast je medewerking zou willen inroepen is dit. Wij zouden bijzonder graag een grote foto laten maken waar alle mensen die veel voor De Bezige Bij betekenen opkomen te staan. De datum waarop wij dat zouden willen doen is 15 mei aanstaand Hemelvaartsdag. Dit is ook een hele goeie, aangezien een dergelijke foto
waarop, naar ik hoop, ongeveer 80 auteurs zullen komen, alleen zin heeft als jij erop staat. Niet slecht, niet slecht. Zou ik je met klem willen vragen die dag vrij te houden in de afwachting van nadere berichten. Hartelijke groeten. Brief van 27 maart 1969. Op 7 mei antwoordt Hermans: meneer de directeur, u hebt mij mededeling gedaan van uw voornemen een groepsfoto te doen vervaardigen van alle door de bezige bij gepubliceerde auteurs. Aardig idee. Voor een voetbalclub misschien. Tot mijn spijt kan ik er mijn medewerking niet aan geven. Ter voorkoming van ernstige onaangenaamheden mogen ik er krachtig op aandringen dat ook niet door middel van montage, trucfoto of wat iets meer zij, de indruk zal worden gewekt dat ik mij tezamen met het door u beoogde troepje voor reclamedoeleinden heb laten fotograferen. Mag ik er bij u met grote klem op aandringen u werkelijk van elke listigheid ter zake of wat u ook mogen bedenken te onthouden? Het zou mij buitengewoon spijten u voor zo'n betrekkelijke kleinigheid hard te moeten vallen. Maar voor mij zijn die dingen nu eenmaal zeer belangrijk. U kent mij lang genoeg, haakje openen, 24 jaar, haakje sluiten, om te weten dat ik niet de gewoonte heb met een schouder ophalen voorbij te gaan aan handelingen van anderen die ik niet overeenkomstig mijn smaak of overeenkomstig mijn belang acht. Inmiddels volledig vertrouwend op uw begrip heb ik het genoegen met veel hartelijkheid te zijn Willem Frederik Hermans. Ik fotografeer intens. Ik zou misschien wel bijna even graag fotograaf als schrijver zijn. Hij had dus altijd een camera ook bij zich, hè? Ja, altijd. Altijd. Zijn Horatius toch al, schrijf eens, kijken. Mm-hmm. En als je met hem door Parijs liep, overigens in een snelheid, dat was bijna niet bij te benen, dat was echt een reus. Niets ontging die man. Werkt niets alsof hij ogen zijn achterhoofd had, aan de zijkant. Hij was alsmaar aan het kijken. Dit zijn inventarislijsten van zijn bijna 10.000 dia's. En dan had hij hier 10.000 dia's? 10.000 dia's. Dan heb ik het niet eens over zijn negatieve. Dat zijn natuurlijk ook nog duizenden. Maar hier had hij precies allemaal bijgehouden. Parijs, Londen, Den Haag, Noorwegen. Noorwegen 61. 843 tot 1229. Dat zijn dus bijna 400 dia's. Alleen maar aan Noorwegen gewijd. Dat is Kalvold, ja. En Axelsen en Fjellang, die hier daar staan. Dit zijn de drie hoofdpersonen uit Nooit meer slapen die, ja, daar staan. Ja, hier heb je ze weer. Ja. Prachtig, hier zie je allemaal die beesten. Zie je dat? Die muggen. Ja. Het is een hele gezicht. Helemaal vol. Hier heb je Hermans. Ja, dat is helemaal schitterend. Jeetje. We zien dat zijn hele arm vol helemaal zit met muggenbeten. Ja, hij is helemaal oppergekrapt. Helemaal, ja, 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 ja. Vind je nou ook niet dat het houden van dit soort landschappen iets zegt over Hermans karakter? Absoluut. Deze volstrekt eude aangelegenheid, maar waar trouwens altijd licht is, dat vind ik wel schitterend. Meneer Hermans, waarom heeft u juist deze ongetwijfeld bijzondere belevenis, maar waarom heeft u juist dit avontuur of een gelijkenis met dit avontuur tot onderwerp van een boek gekozen? Ja, u zou het onderwerp van het boek kunnen noemen. Bijvoorbeeld grandeur en misère van de wetenschap. Het is zo dat geslaagde wetenschappelijke expedities, althans de resultaten daarvan, die komen in de handboeken terecht. Maar de mislukkingen, en in iedere wetenschap zijn de dingen die voor niets gedaan worden of die mislukken, die zijn enorm veel talrijker dan de dingen die wel slagen. Die worden meestal vergeten en een enkele keer, zoals in dit geval, komen ze in een roman terecht. Het mislukken is wel iets wat in de aard der dingen ligt. Ja, het ligt meer in de aard der dingen dan het slagen, ja. Waarom? Waarom? De hele natuur is nu eenmaal zo ingericht. Hè? Een krokodil legt 200 eieren en van die 200 eieren, daar groeit één volwassen krokodil.
uit. Hè? Onder 99 raak ik zoek. Goed, maar die eieren... En zo is het met alles wat mensen ondernemen. Van de... Ja, maar mensen zijn geen eieren. Ik bedoel, je zou ja, maar zeggen, kijk, wordt in het begin, zegt deze Numedal al... heeft het al over wetenschappelijke theorieën. Hè? Die daar eigenlijk nauwelijks in gelooft. 1000 wetenschappelijke theorieën zijn 99 fout. Daar wordt dan verder niet meer over gepraat. Kun je uitleggen wat zijn fascinatie voor Wittgenstein eigenlijk is geweest? Voelde hij zich verwant met Wittgenstein op de een of andere manier? Het wereldbeeld van Wittgenstein, dat was ook het wereldbeeld van Hermans. De stelling dat alles wat wij buiten de natuurwetenschap om over de werkelijkheid menen te moeten en te kunnen zeggen, dat dat eigenlijk buitengewoon twijfelachtig is. Geen grond heeft. Dat ze er niet mee op kunnen houden om het voortdurend weer te doen. Dat was denk ik zijn grootste haat. Ook tegen religie? Ja, tegen religie en tegen Nederlandse religie. Dat alles hier uitdraait op theologie en vragen over de zin van het leven. Men denkt dikwijls dat de wetenschap, de exacte wetenschap, antwoord kan geven op wat wel in de wandeling de zin des levens wordt genoemd. En misschien zijn er ook veel mensen die de wetenschap met het oog daarop beoefenen. Maar ik geloof dat dat een illusie is en altijd een illusie blijven zal. Een van de mooiste dingen die ik onlangs tegengekomen ben is een stuk waarin hij zijn liefde voor de natuurwetenschap beschrijft. Autobiografisch stuk. Een autobiografisch stuk, ja. Er was zoveel autobiografie in wat hij schreef. Daarin beschrijft hij hoe die liefde niet wederkerig was. En hoe graag hij een groot natuurkundige geweest was. Veel liever dan een groot schrijver. Maar hij kon het niet. En dingen die hij niet kon, daar had hij een vrij goed oog voor. Ik herinner me nog, dat was in de tijd waarin wij bevriend waren, dat Dood op krediet van Céline verschijnen. En dat Wim daarover vertelde of het ons liet zien, de editie die hij gekocht had. Ik weet niet meer precies hoe en wat. Maar triomfantelijk vertelde dat er in die vertaling maar één fout zat. Hij had dus het hele boek bekeken van zijn idool Céline om te kijken welke fouten hij daarin kon vinden. Hij had één gevonden. Dat is echt perfectionistisch gedrag. En dat was toch ook een zekere triomf dat hij die fout vond? Absoluut. Zeker. Ja. Triomf voor dus iemand met een perfectionistische instelling. Want waarom zou er niet een paar fouten in een boek voor mogen komen? Zonder fout is ondenkbaar. Precies. Eén fout is geniaal bijna. Misschien was dat wel de reden waarom hij een beetje een hekel aan Popper had. Want Popper was natuurlijk een filosoof die de grote waarde van de fout erkend heeft en daar schitterend over geschreven heeft. En ik geloof niet dat Wim Hermans een schitterende verhandeling zo had kunnen schrijven over de enorme waarde die fouten hebben. Voor iedereen op zijn of haar manier in zijn leven. Hij zei over Popper dat hij eigenlijk wat de wetenschap betreft alleen maar waarheden als koeien heeft verkondigd. En wat de politiek betreft alleen maar loze praatjes. En geen van beide is waar. De grote ontdekking van Popper in de wetenschap was de vervalsbaarheid van uitspraken. Ja. En dat was een revolutie in die tijd. De Popper was tegen alles wat de officiële filosofie betrof. En dat
is alsof Hermans dat van de tafel veegde. Denk je dat hij dat deed omdat Popper in zekere zin ook een afvallige was voor Wittgenstein? Ja, en dat Popper kritiek op Wittgenstein had. En dat konden ze niet, dat mocht niet. Tot beter begrip van deze uitzending volgt dan nu eerst een korte uiteenzetting van de verhalende inhoud van dit boek door onze redacteur J. Bernlef. Nooit meer slapen is de titel van de nieuwe roman van Willem Frederik Hermans. Het is het verslag van een geologische expeditie naar het gebied van Finnmarken in het uiterste noorden van Noorwegen. Het boek speelt zich ruwweg gezien in dit gebied af. De hoofdpersoon van het boek is de 25-jarige student Alfred J. Isendorf, die door zijn professor Sibley wordt uitgestuurd naar het gebied van Finnmarken om diens veronderstelling dat een aantal gaten in de bodem daar wel eens het gevolg zouden kunnen zijn van de inslag van meteorieten aan de werkelijkheid toetsen. Alfred is de zoon van een bioloog. Ja. Dat was die. Warrior is daar. Ja, that's right. That must be on the other side of the mountain. There must be some kind of a cliff. Yes, on the southwest side. That's correct? Yeah. And there must also be a lake. Sure. Yes. There is a lake. Okay, that's why Alfred and Arne got a quarrel about the direction. The directions, okay. Yeah, I read the book, so I have the rough impression. Idea where it is. I think they started the quarrel when they came down from Vorje. Yes. Because the road diverged. Yes. And do you think we can find a place? Yes, absolutely. Ja, het staat hier op pagina 144. Een van de meest beroemde scènes. En dat is de berg Vorje. Dat is eigenlijk de beroemdste berg uit de Nederlandse literatuur. Dat is niet de Lemerberg of de Rotterberg. En ook niet de Vesuvius als je een Moenisch lezer bent. Maar dat is de Vorje. Waar Arne samen met Alfred omhoog gaat. Weer naar beneden gaat. In een kloof terechtkomt. En waar ze beneden een oneenigheid krijgen over de weg. En dan gaan ze uit elkaar. En daar begint eigenlijk het grote drama van Nooit meer slapen. Ik had hem wel eens gevraagd naar de autobiografische achtergrond van een aantal gedichten van hem. En toen wilde hij deze foto's wel kwijt, blijkbaar. Dit is Hermans. Dit is zijn zusje met een een uitstapje met een verschrikkelijke grootmoeder. Ja. Die tegenover hem woonde en die de kleine vrijheden die Hermans zich permitteerde, de kop indrukte. Hier heeft hij ook nog opgeschreven bij welke passage het een illustratie is. Ik zal wel goed op broertje passen. Dat is dus wat zijn zusje. Die later zelfmoord heeft gepleegd. Ja. Die zuster die had wel politiek bewustzijn. Hè? Dat ze die ging naar lezingen van Ter Braak over het opkomend fascisme. Die had een relatie met een neef van haar die getrouwd was, een politieman. En toen de Duitsers Nederland binnenvielen, hebben ze tezamen zelfmoord gepleegd. De man die heeft met zijn dienstpistool haar doodgeschoten en toen ook daarna zichzelf om het leven gebracht. Dat moet natuurlijk een geweldige indruk hebben gemaakt op de ouders allereerst. En een gemengde gevoelens bij Hermans. Hè. Natuurlijk werd zijn zus hem altijd als tot voorbeeld gehouden. En nu was ineens Wim degene die om wie het verder in het gezin zou draaien. Dus hij is er wel op vooruit gegaan. En dat heeft natuurlijk tamelijk dubbelzinnige gevoelens bij hem opgeroepen. Hè. Hij werd er beter van de zelfmoord van zijn zus. Hij mocht de kamer betrekken die zijn zus had. En had het dus ineens heel wat plezieriger dan voorheen. Zijn zus is
in de eerste oorlogsdagen door haar vriend om het leven gebracht. En vanwege het feit omdat ze niet de bezetting zouden willen ervaren. En dat heeft op Hermans grote indruk gemaakt. Ja, uit diverse romans komt dat thema terug, dat idee terug. Is dat ook zijn, op de een of andere manier, zijn woede tegen Ter Braak? Of is dat een stap te ver? Die ook zelfmoord heeft gepleegd? Nee, dat wordt gezegd. Ik heb er een heel ander idee over. Ter Braak heeft gezegd, rancune is een vies woord. Dat mag niet. Als je rancuneus bent, dan ben je fascist. Dan ben je nationaal-socialist. Dat staat bij Ter Braak. Het nationaal-socialisme als rancune leer is een titel van een van zijn boeken. Hermans, die schrijft vanuit rancune. Rancune tegen vader en vaderland en Nederland. Rancune tegen onze geschiedenis. Rancune tegen collega's enzovoort enzovoort. Hij steekt het zelf niet onder stoelen en bank. Nee, hij zegt rancune is geen vies woord. Dat is mijn drijfkracht. Daaruit kan ik mijn woede en mijn schrijfdrift ontlenen. En daar zit het probleem met de braak. Niet in die zelfmoord van die... Althans, moord op die zus. Ik gebruik autobiografische elementen. Alleen om er iets mee te doen. Het is materiaal voor mij. Maar ik vind het een grote fout te denken, wat veel autobiografische schrijvers doen, dat je door zuiver autobiografisch te zijn een belangrijk boek zou kunnen schrijven. Wat iemand werkelijk beleeft is een chaotische opeenstapeling van dingen die eigenlijk niets met elkaar te maken hebben. En alle verband dat erin aangebracht wordt, en zelfs de autobiograaf moet dat doen, is eigenlijk kunstmatig. Dit zijn alle drukken van Nooit meer slapen? Ja, een deel ervan en een andere staan niet alles? Nog. Nee, ik heb ze allemaal, maar die staan verspreid. Gebonden boeken heb ik liever apart staan. De vroegere drukken staan allemaal daar. Deze druk, dit is de 14e druk. Het is helemaal opnieuw gezet. Kijk maar, heeft hij zelfs een alinea ingevoegd. Als je deze veranderingen bekijkt en je gaat ze allemaal in een lijstje zetten, dan kom je erachter dat de thematiek, het werken in de duisternis, het niet goed voorbereid zijn, geen goede medewerkers van wetenschappelijke collega's en dergelijke, dat aspect van de roman hierdoor benadrukt is. Dus dan heeft de auteur iets gedaan wat de meeste auteurs niet doen. Hè? Iemand als Versdijk heeft nooit een tweede druk herzien. Nooit. Maar hij was een schoolmeester ook voor zichzelf. Dat kun je wel zeggen, ja. Maar je moet je goed voorstellen dat Hermans een heel ander type auteur was. Voor veel auteurs, boek geschreven, klaar, weg, volgend boek. Hermans herlas zijn hele leven lang. Dit boek heeft hij dus 20 keer gelezen. Elke keer opnieuw, elke keer opnieuw. Was hij verliefd op zijn eigen werk? Ik denk het wel, ja. Hij las zichzelf graag en met trots, met gepaste trots. We zijn nu 24 uur onderweg en we hebben geen mens meer ontmoet. We zijn hier totaal alleen en in de stilte. En hier aan de overkant ligt de berg voor je. Eindelijk. En in het Laps, volgens de Sami's die hier wonen, betekent voor je de berg van de kracht. En in die berg zou een hele sterke man wonen. En als de top van die berg in de mist hangt wat hij nu doet, dan is die sterke man boos. Dan woont daar een hele boze man. En die kijkt op ons neer. Dus ik weet niet zeker of we welkom zijn nu we eindelijk bijna bij de plek zijn waar Alfred en Arne ruzie hebben gemaakt en uit elkaar zijn gegaan. Hij had daar een ongelooflijk scherp oog voor de opgeblazenheid van mensen. De pretenties, daar was hij feilloos in om dat onmiddellijk te herkennen en door te prikken. En, dat is misschien wel zo'n grote kracht wat de hele Nederlandse literatuur betreft. Denk je niet? Dat die afkeer van elke vorm van aanstellerij en pretenties. Maar ook de prijs die hij dan daarvoor moest betalen. Dus eenzaamheid, de prijs die hij moest betalen om niet met anderen open te kunnen omgaan enzovoort. En zich niet te organiseren en niet gecompromitteerd te raken. Dat heeft hij al trouwens vanaf zijn eerste dagen. Eigenlijk lees je ook in brieven enzovoort.
dat hij zich ongelooflijk schaamt als hij een keer een leugen om bestwil heeft ten beste gegeven als jongetje op de lagere school bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat hij dan betrapt is. En dus die schande en die schaamte, dat overkomt mij dus nooit meer. Dat voel je aan alles. Mm-hmm. Nou, dat bepaalt natuurlijk ook de manier waarop je met mensen omgaat. En die totale eerlijkheid en oprechtheid, waar de meeste mensen niet aan kunnen voldoen. Iedereen is daar aan onderhevig. Dat maakt dat je eigenlijk nooit je één kunt voelen met je omgeving. Want je weet dat je op een bepaald moment in de steek gelaten wordt. Hij eist een soort totale approbatie. Als je ook maar ergens kritiek op had, dan maakte hem dat giftig. Het paranoiaal, dat is duidelijk de oorzaak van al die conflicten. Hij vergaf je niet als je hem afvallig was, dat kon hij niet tolereren. En dat gebeurt natuurlijk van tijd tot tijd als je de waarheid liever hebt dan de vriendschap, zoals bij mij nog altijd het geval is. Dan moet dat wel eens. Mm-hmm. Maar hij kon van zijn kant geen kritiek accepteren, maar hij kon het alleen uitdelen, zegt hij nu. Nee, hij was, daar heb ik het vaak met hem over gehad, hij was natuurlijk heel goed bewust van de terreur die hij uitoefende. Dat deed hij bewust, dat wist hij. En hij wist dat iemand die zich terroristisch gedraagt, die krijgt een aantal onconditionele volgelingen. Mensen die, net als met God, weet je wel, dat er altijd mensen zijn die God willen helpen. Mm-hmm. Nou, zo heeft Hermans een spoor achtergelaten van mensen die in zijn geest willen handelen. Freddy de Vree, zal ik maar zeggen, die ook voortdurend proberen te bewijzen dat het zo'n lieve, aardige man was. Is het meer? Dit is de foto die Arne, de stuurman, veel lang heeft gestuurd naar Hermans. Met die kloof. Ik heb de luchtfoto's ook bij me. En hier kan je hem heel goed zien. Kijk, hier is het meer. Ik ben hier. En hier is de kloof. Als het goed is, moet ik nog een klein stukje die kant op. Is nooit meer slapen voor Noor een goed boek? Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Die is voor, ja. Voor Noor is het te cynisch, denk ik. En totaal. Er is absoluut geen natuurromantiek in die dat toch Noor een beetje onderlijden. Het gaat toch over de natuur? Het gaat toch over de geologie? Maar op een hele intellectuele manier. En dat is voor Noor misschien minder aantrekkelijk. En aan de andere kant hebben we dan ook veel meer ervaring dan die arme Alfred. Dat van struikelen, vallen, waden door kleine beekjes. Dat is voor elke Noor normaal iets. Ja, en hij is niet meester van de natuur. Het is een beetje andersom. En dat is, hij is een Hollandse stijve hark. Ja. En daar kan hij natuurlijk veel grappen over maken. Elke zomer is er altijd een Nederlander die doodvallen in de bergen hier. Dat is gewoon. De chaos speelt helemaal geen rol in mijn werk.
De laatste keer dat mij dat gevraagd werd, was door een geoloog. En die zei dus op plechtige doodheid, meneer Hermans, ik lees in de krant dat de chaos zo'n grote rol speelt bij u. Toen zei ik maar, mijn goede meneer, dat is helemaal niet waar. Ja, zei hij, die chaos, wat wilt u daar nou mee zeggen? U heeft het volgens mij helemaal mis. De wereld wordt door liefde samengehouden. De wereld komt door liefde bij elkaar. En zei hij, dat zie je toch ook aan de atomen, die komen bij elkaar, dat is liefde. En ik met mijn cynische en sarcastische brein, nou ja, maar met de atoombom en zo, dan gaan ze toch ook weer zonder liefde uit elkaar. Hij was wantrouwend, met name op het moment waarop hij zich niet veilig voelde. Als hij zich in een vertrouwde omgeving voelde, zei hij alles, kon je ook vrijwel alles tegen hem kwijt. Maar inderdaad, paranoia was hem niet vreemd. Kon je intiem met hem worden? Absoluut. Ik herinner me bijvoorbeeld ook dat hij heel vertrouwelijk en intiem en ontroerend kon vertellen over zijn zoon, Ruprecht. En het fysieke mankement dat Ruprecht had met een van zijn armen was bij de geboorte, was, ik kan de details niet precies uitleggen, maar was door de gynaecoloog niet goed behandeld. Dus de gynaecoloog heeft bij de geboorte van Ruprecht fouten gemaakt. En daar heeft Ruprecht, ik kan het niet precies uitdrukken, maar in elk geval een niet goed functionerende armen overgehaald. Daar kon Wim wat hem dat toen gedaan heeft en nog altijd deed, daar kon hij zonder enige overdrijvingen volkomen eerlijk en ontroerend over praten. Kon hij het accepteren? Sorry? Kon hij dat accepteren? Dat, nee, hem, dat was overkomen? Nee. Je bedoelt wat Ruprecht was overkomen? Ja. Nee, kon hij niet accepteren. En dit vind ik ook trouwens, tekent helemaal Hermans hier voor hem. Heel hartelijk op zijn 50e verjaardag en de beste wensen voor de toekomst. Vergeet nooit het woord van Eugène Sue. Tu es vieux, sois énergique, on oubliera ton âge. Dat zei hij, werken, werken en nog eens werken. Mm-hmm. Daar is de enige bron van het geluk in gelegen. Maar hij sliep ook heel slecht. Hij was vaak wakker 's nachts. En dan ging hij of luisteren naar muziek of naar de BBC. Maar hij sliep heel weinig, dat weet ik. En ook verschrikkelijke hoestaanvallen 's nachts. Hij heeft wel eens vaker bij ons gelogeerd. Dat ik zelf wakker werd van zijn geweld, zeg maar. En dat hij ook echt nachtmerries had, ja. Hij had heel veel last van slapeloosheid. Ja. Hij was op de een of andere manier wel een gekweld mens. Ja, maar op momenten misschien waar die, ik zal niet zeggen iedere dag voortdurend. Want hij kon ook echt de aanvoerder zijn van de gezelligheid. Als je hem dan zag, was hij helemaal niet getormenteerd. Dat er komt Bourgondische kant. Absoluut, absoluut. De whisky die hij schonk, de sigaren die hij aanbood, de champagne die aangerukt werd. Het was allemaal het beste van het beste. En ook de restaurants waar we naartoe gingen. Ik herinner me dat we hebben thuis gegeten. Abby had heerlijk gekookt. We waren om 10 uur klaar met eten. En we zitten te praten, gastje, 12:30. Heb je ook zin in een oestertje? Zegt u. Maar we kunnen toch op de Champs-Élysées. Ik weet de naam van de restaurant, dat is 24 uur per dag open. In oestertjes te eten midden in de dag brengen. Al dat soort dingen, dat vond hij heerlijk. Het maakt meestal op mezelf een vrolijker indruk dan op anderen. Ja, ik ben grillig, denk je aan iets wufts. Ik ben au fond erg frivol, maar ik geloof dat niemand er eigenlijk iets van merkt. In zijn werk zie je dat niet terug. Nee, dat is raar, hè? Dat is raar. Bij Gerard van het Reven gaat het over een makreel die op een oude krant boven op een zolderkamertje eet. Over eten, precies. En bij Hugo gaat het ook over eten. Maar bij Hermans eigenlijk nee, nooit. Nee, dat is waar. Dus zij had er misschien toch een soort schuldgevoel over. Gek, hè? Ja. Of misschien helemaal over levensgenieten.
Misschien wel, ja. Misschien. Want eigenlijk vind je dat je niet mag genieten. Uh-huh. Nee, die indruk maakt het zo. Ja. Terwijl die mag genieten, kom. Het is mogelijk dat de mens innerlijk verandert. Dat de man die vandaag leeft, dat die niet meer kan onderschrijven wat diezelfde man gisteren heeft gedaan. Mensen uit één stuk bestaan in mijn romans niet. Dit is dus de beroemde kloof uit Nooit meer slapen, waar Arne en Alfred ruzie hebben gekregen. En Alfred is die kant uitgelopen en Arne is hier gebleven. Hij is naar boven gegaan en kennelijk naar beneden gevallen. Dood. En Alfred heeft hem later, toen hij zijn fout inzag, hier gevonden. En dat is eigenlijk het eigenaardige. Dat ik hier naartoe ben gereisd, duizenden kilometers met auto's en vliegtuigen. En met die belachelijke quads door het landschap heb gescheurd en het laatste stuk heb gelopen. Maar voor wat? Voor een gebeurtenis die eigenlijk nooit heeft plaatsgevonden. Want Alfred heeft niet bestaan en Arne heeft niet bestaan. En er is hier nooit iemand naar beneden gevallen. En er is hier ook nooit iemand dood gevonden. En dat is toch eigenlijk het eigenaardige, dat is typisch natuurlijk kunst, grote kunst en literatuur. Dat het voortgekomen is uit de verbeelding van een schrijver. En dat die verbeelding mij zo heeft aangetrokken, bijna heeft gedwongen om hier naartoe te gaan. En het liefst zou ik natuurlijk helemaal daarboven zijn gegaan, waar Arne ook die foto heeft gemaakt. Of Arne, hij heette in werkelijkheid Fjellang. Tjoborn, Fjellang, kan het bijna nauwelijks uitspreken. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer niet de Arne, zoals Hermans ook weer niet de Alfred is. En eigenlijk zou ik nog helemaal naar boven moeten gaan. Maar de gids heeft me dat verboden. Hij heeft gezworen dat dat te gevaarlijk is. Dat er dan uiteindelijk toch iemand dood zal worden gevonden daar beneden. Dus ik heb het niet gedaan. Zo zie je dat je heel dicht bij je doel kunt komen. Op een Willem Frederik Hermans-achtige wijze. En dat je uiteindelijk toch je doel niet bereikt. Ik heb een keer een boek geschreven genaamd Ik heb altijd gelijk. Iedereen die niet stapelgek is, weet dat die titel ironisch bedoeld was. Maar voor kwaadwillige critici was het natuurlijk wel ernstig bedoeld. En ze denken dan nu, een man die eenmaal een boek heeft geschreven, Ik heb altijd gelijk, die heeft altijd gelijk. Wat vindt u de kwalijkste eigenschap van mensen in het algemeen? In het algemeen hun onbetrouwbaarheid, hun grootspraak. Dat vind ik een van de meest kwalijke eigenschappen. En dat is een eigenschap die u veel aantreft? Ja, die is universeel. Vooral onder uitgevers. Heeft u ooit een voor u ideaal mens beschreven in uw boek, een man of een vrouw? Nee. Ik ben Nederland inderdaad in de loop van de tijd een erg merkwaardig land gaan vinden. Ik kwam hier zaterdagavond aan en toen, bijvoorbeeld, was het even na zessen. En ik maakte een wandelingetje door die Beethovenstraat. En toen heb ik me toch lopen te verbazen. Dan zie je daar allemaal winkels, heel rijk ingericht. Hele mooie zaken liggen daar uitgestald, mooi belicht en zo. Maar al die winkels zijn gesloten. Dan denk ik, ja, die mensen hier in Nederland hebben toch iets eigenaardigs. Het is zo doods. Wordt in Nederland niet de minste aandacht besteed aan het taaltje wat de mensen schrijven? Zelfs in de NRC, het meest belabberde Nederlands lees je. En als je dat dan ook nog in literaire kritieken leest, dat is verschrikkelijk. Ik ben het helemaal met je eens. En wat dat betreft, daar moet ik jou een pluim voor geven. 30 jaar geleden, het Nederlands dat je schreef, dat kon er mee door. Alleen wat je zei, dat was niet... Geweldig, Wim, dat van jou te horen. Hermans is ook bekend als een schrijver wat die de schijnheiligheid van die wereld kan zien. In wat die waarheid als het ware uit zijn schuilplekken kan halen.
En juist om die laatste reden is daar dan geschreven dat de departementen van Afrikaanse Nederland en Zuid-Afrika gesidderd het oor Hermans' komst uit angst. Maar Hermans het toe bij verschillende universiteiten voordrachten gehou en was eindelijk zo lig en speels en ons eindelijk vandaag een beetje ontevreden en bedroefd voel dat u weer van ons weg wil gaan. Daar ben ik erg ontroerd door, vooral door het laatste. Wat betreft het sidderen, ja. Kijk, ik word al 40 jaar belasterd. Hè? Ik ben een ontzettend vriendelijk mens eigenlijk, altijd geweest. En waarom er gesidderd wordt, dat weet ik niet. Maar het is wel waar dat ik soms, als ik een kritiek op iets schrijf, dat ik niet mooi vind, dat ik dan probeer het zo grappig mogelijk te maken. En dat vinden de slachtoffers van die kritiek dan niet zo grappig. U heeft zelf ook wel eens mensen gepest, getreiterd? Ik helemaal niet, helemaal niet. Ik heb nog nooit het idee. Dat is een legende die ik ogenblikkelijk zal tegenspreken en de kop indrukken. Ik pest mensen helemaal niet, maar mensen die denken dat ze zeer waardevolle, goede, mooie dingen schrijven en dat ze de waarheid verkondigen, terwijl ze de afschuwelijkste leugens opschrijven in een gebrekkige stijl, dergelijke mensen worden door mij, zo nu en dan, op hun tekortkomingen gewezen. Maar dat is geen pesten. Meneer Hermans, is het waar dat u een lijst bijhield van medeleerlingen die domme vragen stelden? Dat is, ja, hoe weet u dat? Waar weet u dat vandaan? Uit een heel oud gesprek met u. Oh ja, ja, dat is zo, ja. Willem Frederik Hermans heeft dus gezegd: ik heb geen pretenties, ik ben in de wereld gezet, ik houd mij staande en dat is alles. Maar Hermans heeft zich natuurlijk wel op een heel bijzondere wijze staande gehouden. Hij heeft dat gedaan als polemist en je kan zonder overdrijving toch wel zeggen dat hij de meest gevaarlijke polemist is uit de Nederlandse literatuur. En dat heeft hij gedaan in dit bijzondere, vreemdvormige boek dat geen uitgever aanvankelijk wilde uitgeven, Mandarijnen op zwavelzuur. En daarin gaat hij tekeer tegen zijn tijdgenoten, tegen collega-schrijvers. En dat doet hij vaak op een dodelijke wijze. Hij duwt ze in het ravijn van de vergetelheid. En je kan zeggen dat dankzij Hermans mogen ze toch nog eventjes aan een tak blijven hangen. Hermans had geen hoge pet op van literaire kritiek. Hij heeft wel eens gezegd, een goede kritiek, dat is zoiets alsof je door een dwerg wordt opgetild. En hij heeft ook gezegd, literaire kritiek is sneeuwruimen. Je ruimt iets op wat vanzelf toch wel verdwijnt. Maar ja, Hermans heeft natuurlijk nooit op de komst van de lente willen wachten. En daaruit zijn verschillende affaires voortgekomen. Affaires in de literatuur, maar ook affaires die zich ver buiten de literatuur hebben uitgestrekt. Hermans gebruikt een beeld van Martin Toonder, het nijlpaard met het lorgnet. Hè? Ja, ja, dat is de Nederlandse intellectueel. Ja. Ja, een nijlpaard met een lorgnet. En je ziet die daar ook voor je. Dat zijn allemaal uitstekende mensen in zekere zin. Liefdink, Drees, Stikker, noem op wie. Mensen die de grondslag gelegd hebben voor het herstel van Nederland. Wat op zichzelf geen geringe materieel en organisatorisch geen geringe prestatie is geweest. Maar de geestelijke sfeer was nog altijd die van de jaren 30. En dat was een benauwde sfeer. Dan komt een talent als Hermans met een onbedorven blik. En die herkent, die denkt, Jezus, waar ben ik in godsnaam terechtgekomen? En daaruit ontstaat dan dat hele polemische werk, dat één grote strijd, veldslag, Napoleontische veldtocht tegen het Nederland van voor de oorlog is. Nederland, literair Nederland, was in de ban van Menno ter Braak en Eddy Duperron. Die waren gestorven, helemaal in het begin van de oorlog, hadden daardoor ook een aureool van seculiere heiligheid om zich heen gekregen. Hoe moet ik het zeggen? Laten we zeggen, zij hadden gewaarschuwd voor het fascisme en ze waren direct in het begin van de oorlog waren ze gestorven. En Hermans heeft van het begin af aan een kritische houding tegenover ter Braak en Duperron aangenomen. Sieriksma was volledig in Menno ter Braak. Volledig. Hij was een redacteur van Podium. Was eigenlijk Mr. Podium, kun je zeggen. Is beroemd theoloog geworden. En die zag onmiddellijk het gevaar Hermans. En heeft ook... Hermans heeft Sieriksma enorm getreiterd in de loop van zijn leven. Althans, in die jonge jaren.
Sierksma heeft op een gegeven moment een stuk geschreven tegen Hermans. En dat heet De Landwachter met de Dubbelloop. En landwachters, ja, dat weten de meeste jonge mensen zeker, zullen dat niet meer weten. Maar dat was het meest treurige soort aanhangers van de Duitsers. En dat heeft Hermans enorm gegriefd. Want iedereen zei toen, Hermans, dat is natuurlijk een fascist en in de oorlog zal die ook wel niet gedeugd hebben. Bertus Aafje schreef later een keertje over de experimentele dat zij als de SS, de literatuur in waren gemarcheerd. En daar is Aafjes voor de grond in gestampt. Terwijl Sierksma, dat is dan treffend, noemt Hermans een landwachter. En kreeg eigenlijk alleen maar applaus. Werd dus helemaal niet aangevallen daarop. En daaraan zie je dus hoe de status van Hermans was. Hermans was vogelvrij. Je kon rustig op hem schieten in alle richtingen. Dit is natuurlijk een heel beroemd podiumnummer van mei, juni 1951, waarin Hermans het begin van Ik heb altijd gelijk publiceerde, waarin de katholieken beledigd zouden zijn. De katholieken, dat is het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige, besodemieterde deel van ons volk. Die naaien erop los, die planten zich voort als konijnen, ratten, vlooien, luizen. Die emigreren niet, die blijven wel zitten in Brabant en Limburg met puist op hun wangen en rotte kiezen van het ouwels vreten. Goed, nou is dit over de katholieken en daar zijn enorme zaken over. Maar als je de rest van Ik heb altijd gelijk leest, gaat ook over communisten bijna op dezelfde manier en over allerlei bevolkingsgroepen. Ja. Dus het is ook niet zo dat Hermans hier per se een vete met de katholieken uitvocht. Nee. Hè, dat die, meer eigenlijk met iedereen die ergens in geloofde, heb je het gevoel. Die hoofdpersoon die is volkomen nihilist, hè, die is door woede bevangen en iedereen die niet met hem meedenkt, die krijgt het ongezouten te horen. Dit is een klein gedeelte uit het IDIL-archief. IDIL is een Rooms-Katholieke recensiedienst die literatuur beoordeelde op de morele kwaliteit. De katholieke morele kwaliteit. In 1952 waren er 155 recensenten. Zo. Daarvan waren 57 priesters, ja, en 98 leken. Waarvan zelfs ook nog 24 vrouwen. Dus het is niet alleen maar een paters recensentenclub geweest. IDIL vond het erg belangrijk dat ook leken recenseerde. Ja, en ik heb altijd gelijk, komt een hoofdfiguur in voor die zich op rancuneuze wijze uitdrukt over allerlei bevolkingsgroepen in Nederland. En onder meer over de katholieken ook. Ja. En hoe viel dat bij IDIL? Dat viel natuurlijk slecht. Dit zijn allemaal recensies allemaal recensies op, keurig netjes op alfabet bewaard. Dat is echt een hele industrie, die beoordeling van. Er zijn 17.000 van dit soort recensies hier in het archief bewaard. Zo. Ja. Dan komen we hier bij Hermans uit en bij de dit is de, voor jullie dit is belangrijke de oude, ja, roman Ik heb altijd gelijk. En daar staat, kortom, het is een boek dat iedere weldenkend lezer doet walgen. Het kreeg de kwalificatie cijfer 1. Cijfer 1 betekende verboden geacht voor katholieken. Cijfer 2, Romeinse cijfer 2, betekende streng voorbehouden. Ja, eigenlijk ook verboden. Dus. Ja, dus eigenlijk ook verboden. Cijfer 3 betekende alleen geschikt voor gevormde lezers. En dan had je cijfer 4, dat was voor volwassenen en voor jeugd boven de 16 jaar. Ja. En cijfer 5 betekende voor allen geschikt, dus ook voor jeugdigen. Als je nou verder gaat, het behouden huis. Ja. Geestelijk ziek brein wordt het hier van gesproken. Zie. Ja. En dan zie je hier dat hij ook een kwalificatiecijfer 1.3 kreeg. In 1 had je verschillende gradaties. 1.1 betekende dat het boek op de index voorkwam. Ja. Boek 1.2 betekende dat het geloof in gevaar bracht. Ja, dat is ook al ernst. Precies. En 1.3 was dus vooral de zedeleer die in het geding kwam. Ah.
Ik heb altijd gelijk, heeft natuurlijk een proces opgeleverd. Omdat dus een hoofdpersoon meningen had over het voortplantingsgedrag van de katholieke Nederlanders, die door hem werd afgekeurd, omdat het land daardoor vol zou raken. De Volkskrant heeft een Romme, de fractievoorzitter van de KVP, ingefluisterd wat er allemaal gaande was. En die heeft contact opgenomen met de minister van Justitie. En die hebben vervolgens een rechtspraak aangespannen tegen Hermans. De openbare aanklager heeft zelf vrijspraak voorgesteld. Dus het is een absurd... Waarom is de openbare aanklager dan eigenlijk aan begonnen? Vanwege de commotie eromheen enzovoort. Dus maar dat het uit zou lopen op vrijspraak was eigenlijk evident. Heeft Hermans dan onder geleden? Voor zover je in hebt kunnen nagaan of niet? Ik heb niet het idee, nee. Hij moet wel heel gespannen geweest zijn in die periode. Nee, ik geloof niet dat onder geleden. Was hij nou hard? Ja, hard was hij in ieder geval, maar had hij ook stalen zenuwen op de een of andere manier? Als je een polemiek voert, dan moet je toch ook een soort competitief ingesteld iemand zijn die iets wil winnen. Ja, dat had hij. Ja, hij wou winnen. Ja. Maar of hij stalen zenuwen had, geloof ik, weet ik niet. Hij kon ook erg. Het was niet iemand, een beheerst iemand die zichzelf onder controle had. Niet. Integendeel, hij eiste het recht op om elke inval of aandoening of emotie te kunnen botvieren. Hij kon woede aanvallen hebben van epische omvang. Driftbuien, ja. En beschrijft hij dat zelf ook echt? Het wordt hier en daar beschreven in telefoongesprek met Cees Notenboom, woedend omdat Cees een grapje maakte. Er is die prachtige anekdote, ik weet niet of die... Maar ik geloof, ik heb hem al meerdere malen verteld gezien, waarin die, zitten ze in Vlieland. Hij zit 's nachts te schrijven, maar zodra hij begint te schrijven, gaat zijn typemachine, loopt vast, zit stuk. Die armen krijgt hij niet meer uit elkaar. Hij is zo woedend dat hij het typemachine door het raam gooit, breekt een deel van het meubilair af, rent naar de zee om zelfmoord te plegen. Komt even later toch tot inkeer en gaat de andere dag maar weer repareert de stoelen en gaat in Groningen een nieuwe typemachine halen. Het was in een hotel in Antwerpen. Daar had Geert Lubberhuizen, hij leefde in opname met zijn zoontje. Want zijn zoontje had niet gestudeerd zoals hij wou. Die had het een beetje bij laten zitten en die wou hij niet meer zien. En dat Geert Lubberhuizen bedacht, die feestavond in Antwerpen, dat hotel, ik zorg dat Rupert er is. En die had hij in de kast gestopt. En de grap was dus, toen Wimmer was en de vriend en drank de kast op. Toen werd hij zo razend dat hij de zaak kort en klein geslagen heeft. In dat dure hotel. De glazen uit de flessen door de ruimer. Dat iedereen dacht, hij wordt krankzinnig. Omdat Lubberhuizen had uitgehaald dat hij ze zo niet wou zien. En dacht, ik doe het toch. Curieus, hè? Echt razend. Ja, dat was jaren later, als hij het vertelde, werd hij toch bang van de razernij van hem. Wat gek, hè? Ik denk dat hij ontzaggelijk veel plezier heeft gehad in het maken van een zin die een polemisch effect van 100% had. Dat wil zeggen, een voltreffer. Wie was het ook alweer die Maria, geloof ik. Ah, Maria, die beschreef als een wassenpop die dicht bij de kachel had gestaan. De beeldspraak daarin, dat is, ik denk eigenlijk dat als je vroeg me wat is nou het belangrijkste wat hij geschreven heeft, dat die mandarijnen zijn eigenlijk wel het allerprachtigste. Ik hoop dat die ook in druk blijven. Het is een inventarisatie van de Nederlandse literatuur die binnen zijn bereik was, wat een heel groot bereik was. En dat op een röntgenologisch genadeloze manier behandeld. En dat kan dan wel eens eenzijdig zijn. En er zijn ook mensen die het niet zo verdiend hebben als
Als hij ze een vet heeft gegeven, dan zijn we, ja. Maar aan de andere kant, dan moet je er weer zo om lachen. En dan denk je, ja, wees blij dat je, zoals hij zelf ook geschreven heeft, wees blij dat je in de mandarijnen verevigd bent. Hè? En ja, dan is het wel vreselijk jammer. Zo'n Jacques Gans was natuurlijk een hele aardig man. Maar hoe die daar verschrikkelijk behandeld wordt. Begin niet meer te lachen. Ja, dit is een heel leuk, komisch verhaal. Hans Gompert is toch een hele brave man. Maar ja, zijn, de manier waarop hij er bij Wim Hermans uitkomt, dat heeft hij ook wel verdiend. Hij had veel ergernis. En, daar voelde hij aan als aan een zieke kies, zal ik maar zeggen. Dat kon niet. Voelde je ook dat hij zich als het ware van ergernis opblies? Jawel, ja. Dat hij, daar had hij ook wel plezier in, ja. Dat, maar in die mandarijnen, daar staan zinnen zo schitterend, zo prachtig. Dat, iedere keer als ik wil dat mijn naam weer eens in de krant komt, trap ik op Gompert. Niet uit kwaadaardigheid, maar zoals een trambestuurder trapt op zijn bel. En als ik zoiets dan lees, dan denk ik dat wat hem nu verdroten zou hebben, is dat niemand meer snapt. Die tramconducteur en die bel. Ja, hè, dat bestaat al lang niet meer, maar ik zie het nog duidelijk voor me. Ik rijd in de tram van het Centraal Station naar het Amsterdamse Lyceum, waar ik toen op zat. En dan zag je die man als een handkar overstak. Ping, ping, ping. Ik denk wel eens hoe heet het? Ik vergeet zijn naam zelfs. De zon gaat op, de zon gaat onder. Sees Budding. Langzaam telt de oude boer zijn kloten. Dat is een groot gedicht, vind ik. Dat wordt door Hermans ook erkend. Dat wordt door Hermans erkend. Maar voor de rest is het niet zo ontzaglijk. Die gorgelrijmen en zo'n soort dingen. Nou ja, en dan... Die dagboeken. Dat is een beetje treurig. En dan denk je wel, moet je iemand die treurigheid inpeperen? Hij wel. En dat is dan het verschil. Hij heeft nooit medelijden. Mm-hmm. Hij heeft nooit medelijden gehad. Hij maakt slachtoffers, maar hij heeft geen medelijden. Nee, terwijl het toch tegelijkertijd een buitengewoon menselijke, vriendelijke, aardige, bescheiden man was. Er komt een nieuwe editie uit van de Max Havelaar. Ja. Van een mevrouw Kets Vree. Ja. Ja. En daar maakt u zich 25 bladzijden toch zo onvoorstelbaar kwaad over. Dat die mevrouw verkeerde lettertjes gebruikt, te veel geld voor haar uitgaven vraagt. Ja, maar ik ben niet kwaad. Ik zeg mevrouw, dat is fout. Dus als het boek nou nog eens ooit herdrukt wordt, maar dat zal niet gebeuren. Maar, en iemand anders die leest mijn beschouwing, die kan dan al die fouten tenminste verbeteren. Nu is het niet zo, mijn stuk staat waarschijnlijk niet eens alle fouten in, begrijp je wel. Maar dan wordt het toch een klein beetje beter. Kijk, u dendert 25 bladzijden over die mevrouw heen. Wel, nee, ach kom, maar dit, ja, maar die dingen die denken ze in Nederland. Als je me eventjes zegt, meneer, kijk eens even, uw das zit scheef of uw... bril valt waar hij dan beledig je hem al, dan dender je over die man heen. Zo, ik dender helemaal niet over die man, over dat vrouwtje heen. Nee. Het is een zielig vrouwtje. Als ik het al goed beluister, ja, dan hebt u constant, mag ik het zo even zeggen, de pest in. Ja. Is dat zo? Nee, helemaal dat niet. Helemaal of lacht u zich... Ja, nou, ja. Maar nou, dat heb ik allemaal laten bezinken. Ja. En dat heb ik dus mooi, heb ik dus allemaal. Ja, bij wijze van spreken, zoals... Dat is een goede kok van een koeienlijk een smakelijke biefstuk bakt. Ja. Hè? Dus hoe bak ik dus een biefstuk van die mevrouw? Maar als u zo... Nou heeft hij heftige kritiek op uw werk gehad wat de bezorging van de multituli betreft. Ja. Hoe heeft u dat nou persoonlijk ervaren? Een beetje dubbel. Aan de ene kant is het natuurlijk niet leuk om op zo'n manier beschreven te worden. Aan de andere kant was het duidelijk een polemiek met alle kenmerken van dien, hè, uitvergroten van details die lang niet altijd ter zake doen. En, het was niet een wetenschappelijk inhoudelijk debat. Bent u toch niet nu met die voorgeschiedenis een beetje bang voor hem, ondanks het feit dat hij dood is? Denkt u niet, ik moet het toch beter doen dan al het andere wat ik in mijn leven heb gedaan? Of gaat die psychologie te ver? Ja, dat gaat een beetje te ver. Ja, kijk, het is een oeuvre wat ik... Men heeft toch aan u gevraagd,
Wil jij het doen? Vond u dat niet? Was het niet even een probleem? Nee, niet echt. Dat heeft ook te maken met dat het een geweldige kans is om zo'n prachtig oeuvre uit te geven. En voor ons is het een project waar we ontzettend veel nieuwe dingen mee kunnen doen. Het is een groot project, het loopt een jaar of 15. Werkt een heel team van mensen aan. We zetten de nieuwste ICT-middelen daarvoor in. En we hebben dat prachtige archief, wat dus gesloten is. Maar waar wij allerlei parels uit kunnen halen om in nawoorden bij die boeken uit te geven. Hij was eigenlijk altijd best vriendelijk. En dan zag ik hem op televisie lelijk doen. En dan dacht ik, ja god. Maar nou krijg je ook, iedereen begint nu te zeuren over hoe beminnelijk hij eigenlijk was. Maar hij was natuurlijk voor sommige mensen dodelijk. Hè? Maar daar, ik noem er maar één ding. Uiteindelijk was dan die schildkanonade over. En dan moest ook altijd Mary McCarthy bij. Hè? Want hij wist dat ik haar altijd opzocht in Parijs. En nou klinkt dat van mij uit een beetje stom en patroniserend. Maar ik zou graag gewild hebben dat hij in die kring had kunnen komen. Dat was een hoogst interessant gezelschap regelmatig. Daar kwam Robert Lowell en daar kwam Nathalie Sarraute. Daar had hij best ingepast. Maar dat sneed hij dus rukzichtloos af. Omdat ik de, zeg nou maar achteraf, domheid begaan heb. Ik wou dat hij een boek, dat Mary een boek las van hem. Omdat ik vond dat dat een groot schrijver was. En Mary, die gruwelijk eerlijk was. Die ik ook tegen een andere schrijfster van rang en stand heb horen zeggen. You wrote the worst book I've seen in months. Weet je wel? Die dat gewoon kon zeggen. En die zei, ik kan dit niet lezen. Dat is zo gruwelijk vertaald. Dat is, dat Engels, dat doet pijn aan mijn oren en mijn ogen. Ik kan dat niet lezen. Ja, nou, ik dacht, dat zeg ik niet zo tegen Wim. Maar ik zei, je moet toch eens letten op de kwaliteit van je vertaler. Dat was een boek wat bij Heinemann verschenen was in Londen. En hij was ontzettend boos en zei, maar een gek die de slechtste vertaling van Dostojevski leest, ziet toch meteen de kwaliteit. Tja, nou dat was dus het punt. En sinds die tijd refereerde hij altijd. En ben je nog op bezoek geweest bij die tweede rangs Anna van Gogh-Kaulbach? Dus die moest ik dan ook. Kijk, en dan heb je, als je daar dan komt, kun jij zeggen, noem het plooibaarheid. Het enige alternatief was hem nooit meer zien. Je hebt veel met hem opgetrokken. Je hebt veel met hem gereisd. Hoe beschouwde hij jou nou? Als een soort Eckermann? Alsof, juist of iemand die zijn eigen ideeën kan toetsen? Hoe keek hij tegen jou aan? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Dan zou je iemand anders moeten vragen. Ik weet alleen, nu heb je namelijk toch wel Eckermann, een soort gevoel. Nee, hij wist natuurlijk wel dat ik in onze gesprekken, want we hebben gepraat. Soms dagen achtereen. Dat onze gesprekken, dat ik daar aandeningen van maakte. Dat wist hij natuurlijk wel. We hebben verder nooit over gehad. Behalve toch één keer. In een brief van hem uit 1980, geloof ik. Uit 1990 zelfs. Daar vond het toch dat ik moet verzet aantekeningen tegen geringedunk van Eckermann. Eckermann is een van de meest gesmade chroniqueurs die er rondliepen. Lakei, hielenlikker enzovoorts, maar ten onrechte. Eckermann was iemand die zijn beperkingen kende en toch tot de uiterste grens van zijn kunnen ging zonder zich te vertillen. Zodoende bracht hij een onsterfelijk boek voort. Dat schrijft hij maar over Eckermann tegen mijn mening in. Jij vindt Eckermann niks? Nee, ik heb het, ja. Met Goethe zum Tisch. Elke bladzijde gaat hij met Goethe eten. En dan begint Goethe te praten. Daar praat hij dan. Een oude, conservatieve man. Die vertelt de meningen die je overal in je omgeving nog steeds kunt horen. Hm. Ik was niet onder de indruk. Goed, maar misschien wilde hij toch iets tegen jou zeggen. Op deze manier, ja. Daarom wilde je toch nog op de een of andere manier, precies, complimenteren. Zo zou je het kunnen lezen. Daarom lees ik het ook voor. Ja. Dit is een verslag van mijn bezoek. Tussen 16 en 18 december 1977. Hermans wist natuurlijk dat jij gauw naar huis ging en allemaal opschreef. Ja. Wat is het belang daarvan dat dit bestaat? Ja, dat moet je mij niet vragen. Dit is voor mij zelf gemaakt. Daar moeten anderen over oordelen. Geen idee. Had je nou ooit ruzie met hem? Een keer gehad, maar eerst nog even verder maar gaan. Als ik schrijf, zegt hij, je bent dan nu aan het nadenken over iets anders volgens mij. Als ik schrijf, dan denk ik, of ik ben in God, of ik ben gek. Ja, dat is echt schrijverschap. Prachtig.
En dan ook hoe hij zijn verschillende versies van zijn werken, maar over gehad, hoe hij dat maakt, daar heb ik ook allerlei aantekeningen over gemaakt. En aan het eind schrijf ik, wat een kennis, wat een geheugen, wat een belezenheid, wat een energie, wat een intelligentie, wat een causeur. Maar ik vroeg aan je, heb je ook wel eens oneenigheid met hem gehad? Ja, anderhalf jaar voor zijn dood kwam er een grote oneenigheid. Dat kan gebeuren in een langdurige vriendschap. En dat heb je daar terug. Ja, dat heeft terug. Je dwars gezeten. Nou en of. Nou en of. Ja, maar echt zulke dingen gebeuren. Ja, en is dat ooit nog bijgelegd? Nee, het is wel een telefoongesprek geweest daarna. En een lang telefoongesprek. Maar dat heeft helaas niet geleid tot het weer opnemen van de vriendschap. En kan je iets zeggen over de aanleiding daartoe? Of was die triviaal? Of vind je dat vervelend? Zulke dingen gebeuren. En ja, maar wat zulke dingen gebeuren. En zo zit het leven in elkaar. En dat was jammer. En daar laat ik het bij. Als je er eenmaal uit lacht, dan lach je er ook voor goed uit. Dat denk ik wel, ja. Ik weet nog heel... Ja, dus, Frans Jansen, daar kan ik heel goed mee overweg. Dat is een goede vriend van mij. Maar toen die situatie ontstond tussen hem en Hermans, toen ik dat stuk las in de NRC, wist ik binnen een split second dat het helemaal mis was. Wat stond er in dat stuk? Nou ja, daar stond in... werd hem gevraagd... Wel, wat hij nou eigenlijk belangrijker vond, zijn werk bij Ritman in de Rozenkruisersafdeling, zeg maar. Of, en hoe dat zou rijmen met de activiteiten voor Hermans. Dus schreef hij, antwoordde hij iets van de zin van, ja, ik heb mijn keuze gemaakt. Ik heb toen onmiddellijk Wim Hermans gebeld om te vragen of hij een stuk gelezen had. Nou, dat was ook zo. Maar ik wist dat het heilloos was. Het was verschrikkelijk. En ik vind het heel erg, ik vind het van een grote tragiek, want Frans Jansen heeft een heel grote betekenis voor Hermans. Ook voor de archivering. Absoluut, fantastisch. En ik ben ook ongelooflijk blij dat de erven volstrekt akkoord zijn dat hij bij ons instituut in de wetenschappelijke raad zit. En dat we dus daardoor ook zijn kennis ter beschikking hebben. Maar het is een persoonlijk drama voor allebei de mannen dat dit zo gelopen is. Ook voor Hermans. Ook voor Hermans, daar ben ik van overtuigd. En Hermans heeft dat ook zo gevoeld. Heeft dat niet zo gezegd, maar ik heb het wel zo gevoeld. Ik heb ook echt getracht, trouwens ook Ferdy de Vree, om die breuk te helen. Er zijn schuchtere pogingen geweest, maar ik kan niet in detail treden. Maar het is uiteindelijk toch niet gelukt. Ik vond het echt heel tragisch. Ik vond het bijna een romansituatie uit zijn romans. Dat je is eigenlijk degene die het meest vertrouwt, die uiteindelijk toch in zijn ogen hem laat vallen. Nou, dit is een doos met persoonsdossiers. En we hebben hier het dossier met wat kopieën en wat stukken over de familie Wijnrep en Wijnrep zelf. En dan hebben we te maken met misschien wel de beroemdste affaire van na de oorlog. Ja, het heeft veel beroering gewekt omdat Wijnrep in de oorlog, hij was zelf Jood, ontving die in Scheveningen, waar hij woonde in de Hasseltse straat, mensen, ook Joden, die graag de Duitse bezetting wilden ontvluchten. En daar had hij een spel voor bedacht. Mensen die konden zich op zijn lijst inschrijven, zijn emigratielijst. En dan zouden ze niet naar Westerbork hoeven. En als ze al in Westerbork zaten, hoefden ze niet gedeporteerd te worden. En dat was allemaal niet waar. Dat was gewoon allemaal uit zijn duim gezogen. En mensen hebben daar wel op vertrouwd. En ze hebben daar ook voor betaald? Ze hebben ervoor betaald. Ongeveer 100 gulden per persoon inschrijfgeld. En bij elkaar is na de oorlog becijferd dat hij zo'n 375.000 gulden heeft geïncasseerd. Op deze manier. Je ziet bijvoorbeeld hier T, 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 D, T. Ja. Wat betekent dat dan? Nou, je ziet, dat is de T van transport. Dit is een lijst van mensen die aanwezig waren nog in Westerbork op 27 januari 1944. En dan zie je dus dat een aantal mensen op de Wijnrep-lijst staat. Dat staat ook aangegeven hier in de lijst. Maar je ziet dus dat die mensen later toch op transport zijn gegaan. Maar er bestaat dus wel een Wijnrep-lijst? Nee, die Wijnrep-lijsten waren fictie. Maar wie heeft dan hier Wijnrep-lijst getikt? Dit is door de administratie in Westerbork gedaan. Dus dat zijn de Duitsers zelf dus eigenlijk? Ja. Ja. Dus de Duitsers werkten eigenlijk samen met Wijnrep om hier een zogenaamde Wijnrep-lijst. Ja, maar waarom? Klopt. Wat was het belang van de Duitsers om een Wijnrep-lijst te laten bestaan?
Ja, wat was het belang van de Duitsers? Zij wilden natuurlijk toch zoveel mogelijk Joden nog vinden. En deze lijst is opgesteld tegen het einde van de bezettingstijd, althans in de tweede helft. Maar die Wijnreplijst was dus eigenlijk een manier om Joden te vangen. De tweede Wijnreplijst was een lokkertje. Om te kijken of er mensen uit Onderduik toch wilden emigreren. En als ze zich dan zouden melden voor die wijnreplijst, dan kwamen ze boven water, zeg maar, dus uit Onderduik. En dan konden ze alsnog gepakt worden. Na de oorlog is die berecht en heeft die 6 jaar gevangenisstraf gekregen. En pas in 1965, toen de historicus Presser over hem ging schrijven, werd hij opeens als een grote verzetsheld, een alternatieve held, voorgesteld. Ook bij een fysieke druk van Wijnreb was Presser ertoe overgehaald om zijn zaak nog eens te behandelen. Wat versta je onder fysieke... Nou, ik geloof Presser ook... Presser heeft mij wel eens verteld dat... werd gebeld. Dan zei hij tegen mij, als het in godsnaam maar niet Wijnreb weer is. En dan dat Wijnreb echt ook de voet tussen de deur zette, omdat hij bij Presser gehoor wilde vinden voor zijn zaak. En Presser heeft dat bestudeerd en voor Presser stond eigenlijk vast, of het was in ieder geval een zeer plausibele hypothese, dat Wijnreb veroordeeld was na de oorlog als een soort zondebok voor het falen van de Nederlandse maatschappij zelf. Toen die boeken van Wijnreb uitkwamen, ondersteund door Renate Rubinstein en Aad Nuis, had ik aanvankelijk grote bewondering voor die Wijnreb. Ik dacht, hij is inderdaad iemand die het bijna perfecte, perfide Duitse systeem te slim af is geweest. En ik dacht, dit is eigenlijk een bevestiging van wat Hermans eigenlijk altijd al in die romans heeft willen zeggen. En tot mijn verbazing las ik toen voor de eerste keer een fel anti-stuk van Hermans. En later heb ik hem gelijk moeten geven. Maar ik zelf was een van de gelovigen, een tijdje. Jij was destijds getrouwd met Renate Rubinstein. Kun je ongeveer aangeven hoe die Wijnrepzaak op haar heeft ingewerkt? Ik denk dat Renate die Wijnrepzaak vooral heeft opgenomen om te laten zien dat het beeld dat wij van de oorlog hadden was toch heel anders dan ons officieel werd voorgeschoteld. Wat we zouden moeten hebben is heel anders dan wat ons officieel werd voorgeschoteld. Er was veel meer medewerking en er was veel meer inschikkelijkheid. Er was ook een heleboel gedachteloosheid. En die Wijnreb was eigenlijk een ongelooflijke slimme en sluwe vos die wist hoe je met de bezetter om moest gaan. En daarin zat ook een element van wraak op het Nederlandse establishment, wat zich erg plooide in zekere zin. Ik denk dat haar erg aantrok in die zaak. En zij dacht, denk ik, aanvankelijk dat Hermans daarin een medestander zou zijn. Toen die Wijnreb-affaire begon, toen vreesde ik wel dat dat tot een conflict zou leiden. En dat lag ook aan mij. Hij heeft mij verwijten dat ik de kolendigheid probeerde te sparen, namelijk Renate en hemzelf. En dat was ook een beetje zo. Dat was een beetje zo, ja. Maar je hebt dat later toch min of meer weer geprobeerd te herstellen, of te weinig? Ja, hij heeft een paar dingen gedaan die ik hem moeilijk vergeven kon. Bijvoorbeeld, in die tijd had ik al dat glazen met de Japanse kampen en de Japanse keizer en weet ik wat. En toen heeft hij geschreven dat mijn vader door de Japanners geslagen was en dat ik dat als leuk klein oedipusje, dat ik dat goed had gevonden of dat ik daarvan genoten had. Nou ja, dat was een laagheid. Het is niet waar. Mijn vader is nooit door de Japanners geslagen. En het was dus wetend dat ik op dat gebied een hele knokpartij aan het uitvechten was, om dan zo'n chip in het zakje te doen. Dat was niet erg edel. Maar hij probeerde je dus te raken in je zwakheid. Ja, absoluut. Ja, ja zeker. Ja. Wat kunt u zeggen over de felheid waar die polemiek mee gevoerd is? Ja, dodelijk. Als woorden konden doden, dan waren er heel veel doden bijgevallen. En ik denk dat Rubinstein en Nuis vele malen geveld zouden zijn, maar Hermans ook. Het was echt vreselijk.
Nuis is een zo domme man dat hij niet begrijpt dat andere mensen minder dom zijn dan hij. Dat is zo. Maar wat neemt u nou kwalijk? Dat hij de verkeerde standpunten over Weinrep heeft opgeschreven in de jaren 60? Nee, 70, dat helemaal niet. Dat hebben meer mensen gedaan. Maar u noemt hem in deze bundel een leugenaar. Het is een leugenaar natuurlijk. Het is een verschrikkelijke leugenaar. Hey, leest u niet bij andere boeken. Maar zou het nou zo kunnen zijn dat een man schrijft samen met zijn, wat was het, voormalig echtgenote, dik boek, ja. Zo'n dik boek, groot pleidooi voor de rehabilitatie van Weinrep. Ja. En hij heeft het geloofd. Dat zou toch kunnen, dat hij het geloofd heeft? Nee, hij kan heel in het begin geloofd hebben. Maar na een tijdje geloofde hij het al niet meer. Of als hij nog geloofde, ja, dan was hij nog dommer dan ik gedacht had. Ja, de menselijke domheid die is echt pijnloos diep, hè? Bij veel mensen. En heel veel domme mensen, hoor. En juist die worden staatssecretaris. Adnuis heeft nooit openlijk toegegeven dat hij zich vergist heeft. Maar ik weet zeker dat hij wel beseft dat hij zich vergist heeft. Dat kan niet alles. Ja, Renate heb je natuurlijk goed gekend. Wat voor effect heeft gehad, die Weinrep? Nou, behoorlijk zwaar. Want ze voelde heus wel dat ze ongelijk had. Dat heeft ook tegen Hans Gompers toegegeven. Maar ja, toen Hans Gompers dat vertelde, was de wereld te klein. Ja, dat was heel triest. Maar ja, dat is ook eigenlijk weer de schuld van Presser. Ik bedoel, als je nou over schuld hebt. Presser wist dat het niet waar was. Wist hij dat het niet waar was? Nou, op een gegeven moment. Toen heeft hij in de Engelse druk. Ik zat in Amerika en ik koop voor studenten de Engelse druk van Ondergang. En dan staat die hele paragraaf niet meer in. En hij staat nog steeds in de Nederlandse versie. En leeft het Presser toen nog? Ja. Kan je zeggen dat het de carrière van Renate heeft verwoest? Ja. Van Renate Rubenstein? Ja, en ook wel haar levensvreugde, moet ik zeggen. Renate Rubenstein die heeft zich eigenlijk min of meer onttrokken verder aan de discussie. Ze heeft toen het Weinrep-rapport uitkwam gezegd van ik zal er later nog eens naar kijken. Maar dat heeft ze nooit meer gedaan en ze heeft het Weinrep-rapport niet gelezen. En ik geloof dat ze niet gelezen? Ze heeft het Weinrep-rapport niet gelezen. Mevrouw Hermans zei tegen mij min of meer dat die affaire Weinrep toch een deel van zijn leven, ik wil niet het woord vergiftigd noemen, maar toch heeft versteerd. Nou ja, is dat jouw indruk ook? Ja, wel een beetje. Nou, versteerd weet ik niet, maar hij heeft wel meerdere malen gezegd, het heeft me minstens 3 romans gekost. Die enorme energie die ik erin gestopt heb. We staan hier in de Vallei van de 1000 Heuvels tussen Durban en Johannesburg. En Hermans wilde per se hier naartoe omdat dit gebied van geologisch belang is. Zijn gastheren hadden nog gezegd, wilt u niet liever op safari? Maar Hermans zei, nee, ik ben meer geïnteresseerd in doden dan in levende natuur. Dus gingen ze hier naartoe. Op weg hierheen gebeurde er nog iets opmerkelijks. De auto waarin Hermans zat werd aangehouden wegens te hard rijden door 2 agenten. 2 zwarte agenten en Hermans zei later tegen mij, moet je je voorstellen dat je in Nazi-Duitsland was aangehouden door 2 Joodse agenten. Kon ik me niet voorstellen. In ieder geval, ze gingen hier naartoe en Hermans was geïnteresseerd in het gebied daarachter. En ik dacht dat ik in een typisch Hermans landschap terecht zou komen, eenzaam, woest. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Het is hier heel vriendelijk en zachtaardig en een liefelijk landschap. En toen Hermans een paar dagen later een toespraak hield, toen zei hij, nou, u heeft ongetwijfeld gehoord vanuit Nederland dat ik een duistere en donkere figuur ben. En inderdaad, die kant heb ik ook. Maar hier in Zuid-Afrika wil ik alleen mijn vriendelijke kant laten zien, want ik voel me hier heel gelukkig. En ik denk dat het ook zo was. Want hij werd met alle egards ontvangen, met champagne. En 1 ding was zeker, hij werd hier beslist niet miskend. Meneer Hermans, voor u van Wals, mag ik u een glas Franse wijn aanbieden? Nee. Ik heb liever een glaasje Hollands water. Een glaasje Hollands water heb ik ook voor u. Valt het mee? Nee, ik word altijd heel zenuwachtig ervan. Maar het was grappig, het moet de 2e keer geweest zijn, misschien de 3e keer dat ik een televisieinterview avond verzorgde voor de VPRO. Dat was op een zondag altijd, 1 keer in de maand. Daar zat meneer Hermans, de grote Hermans. En die begint dus plotseling vreselijk te hoesten. Daar een intimiderende hoest heb ik geloof ik in mijn leven nooit meegemaakt. Toen schrok ik al heel erg. Meneer Hermans, u bent een onafhankelijke geest. En dat is ook even de reden waarom ik een groot liefhebber ben van uw werk.
Maar nou vroeg ik me af, u besluit om naar Zuid-Afrika te gaan. Is dat nou een rationele overweging of is hier nu sprake van een geconditioneerde reflex? Omdat u denkt, nou, in Nederland is er geen zinnig mens die iets positiefs over Zuid-Afrika heeft te beweren. Daarom ga ik toch. Er ging ook heel veel van tevoren al mis, want Hermans wou niet komen. Maar hij wilde natuurlijk wel voor geld komen. De VPRO was daar niet voor. Maar in veel gesoebeld is dat toch gelukt. Het geld, 5000 gulden, was toen heel erg veel. Moest gebracht worden in Parijs. Hij wilde dat niet meer per jouw honorarium. Zeer veel meer, ja. Nee, dat was zeker wel 8 keer meer. Maar in ieder geval moest dat gebracht worden in Parijs. En er is toen de regisseuse Ellen Jens nog met een vliegtuig naar Parijs. Oh, dat moest echt gebracht worden. En de handje contantje gegeven worden. En daarmee was hij natuurlijk voortdurend meester van het gesprek. Meneer Hermans, ja. Besef al te zeer dat waar het gebied wat de kleine apartheid betreft er verbeteringen plaatsvinden. Toch moet ik u hier en daar... Ik ben wel aardig van u dat u dat erkent. Nee, dat erken ik met genoegen. U bent een zeldzame eend in de bijt, in de Nederlandse bijt. Dat is dan ook de reden waarom we hier naast elkaar in gesprek zijn misschien, maar... Tegenover elkaar. Tegenover elkaar. Er komt een monument voor Willem Frederik Hermans in Amsterdam. Weet je wat hij over je geschreven heeft? Ja, dat heb ik wel eens gelezen. Ik heb het hier bij me. Het is al wel prachtig geschreven. Dit is een van de grootste schrijvers die we gehad hebben. Maar hij noemt je vlooienburgemeester. Ja, we waren geen kameraden. Nee. We hebben het behoorlijk met elkaar aan de stok gehad. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, wij hebben nogal heftig gereageerd toen hij naar Zuid-Afrika ging. En wij waren een anti-apartheidstad in al onze vezels. En hij stond op de zwarte lijst van de Verenigde Naties. Er was een culturele boycott van Zuid-Afrika. Was het nou eigenlijk wel verstandig van de stad om ook een culturele boycott... Ja, dat was heel verstandig. Waarom? Wat hebben we eraan gehad? Heel erg veel. We hebben ons volop ingezet in de strijd tegen de apartheid. We hadden een ANC-kantoor in Amsterdam. En niet voor niets is Nelson Mandela ons onmiddellijk naar zijn vrijlating komen bedanken. Als je hier zat in Zuid-Afrika, kon je het culturele boycott heel goed begrijpen. Het was voor ons een legitieme manier druk op het regime uit te oefenen. Vandaag weet ik het niet meer. En vandaag weet ik niet of een cultureel boycott echt ooit het bedoeld effect bereikt. Het heeft ons, in dit land, ons allemaal verarmd. Mijn vrouw had geen zin om mee te gaan, wat ik volkomen eerbiedigde. Maar als ik haar meegenomen had, dan hadden ze kunnen zeggen... Kijk eens even, hoe hangt Hermans het in zijn hoofd? Om op die manier reclame te maken voor dat land waar in theorie huwelijken tussen personen van verschillend ras verboden zijn. Die wet bestaat, maar er wordt al jaren niet meer de hand aan gehouden. Ongelukkig zijn er bepaalde mogelijkheden. Niks behalve wanneer je politieke activiteiten verricht, dan is het plotseling... Ja, voor communisten geldt het allemaal niet, maar daar heb ik ook helemaal geen medelijden mee. Nee, maar u mag mij niet onderbreken. Ik ben helemaal uit Parijs gekomen om u te woord te staan. Ja. En mijn kostbare tijd, die moet u mij gunnen. En moet u niet met vervelende onderbrekingen komen. Nee, het is een vertelgesprek van mijn kant. Geweldig. Ja. Nee, je zit ademloos toch te kijken? Ja, nog steeds. Ja, maar ik word wat wel is waar je tweede avond. Ja. Nee, maar met een vertelgesprek van mijn kant. Ja, ga er maar aan staan. Maar het is een gevleugeld woord, blijft het voor mij. Ja. Ja? Nee, ik kan op dat moment. Ik zit nog steeds te genieten. Maar ja, communisten, dat is ook zo interessant. Iedereen die politiek actief was en meer deed dan alleen maar, bij wijze van spreken, iets ondertekenen, maar die de straat opging, die werd communist genoemd. Zo'n Hermans bezoek hier, dat was zo'n programma wat toegespitst was op die genieting van die dag. Het was zo'n soort van een kaart bij die story. Dan doen ons dit. Dan gaan de Hermans op een klein bezichtigingstournee met die geoloog.
En dan kom ik terug en dan is het drankjes. Kaapse wijn en Scotse whisky. En dan is het groot potten vol bredies, zoals ons dit noemt. Wat zijn bredies? Bredie is een soort huidspot, maar dit met veel vlees in. Groot hoeveelheden vlees en benen. Kan ons nou ophou, anders gaan jullie die kameelpaard niet zien. Daar loop een prachtige exemplaar van een kameelpaard. Eugène Marais, een van die oude Afrikaanse dichters, heeft van een van die omgevings gesê, daar zal ik vrede weer besef. Nou, dit is wat waar is van die plek. Je kan vrede weer besef in die omgeving. Maar dat er een enorme vrede van dit landschap uitgaat en tegelijkertijd zo'n politieke onrust heeft is geweest. Vindt u dat niet tragisch of dramatisch? Dramatisch beslist en tragisch ook, maar ons leven in ironie en paradoxen. En ons wordt onder meer door die werk van iemand zoals Hermans geleerd om in wat iemand, Afrikaanse dichter genoemd, een ironische ruimte te leven. Zo'n giraf is een onderdeel van die ironische ruimte. Is een onderdeel van die ironische ruimte. Ja, maar ik denk dat dit is een feit van die leven, niet net van Zuid-Afrika. Nie. Jy het voortdurend die discordia concours, die saamklink van onsamenhangende dingen. Hoe heeft men nu... Maar dan is toch niet de oplossing van zo'n probleem dat de ene groep de basis van de andere. Als ik nog één keer iets zeg, ga ik weg. Ik zit hier om te praten, u niet. Ja, maar ik kan hier niet, maar ik kan geen onzin laten bestendigen. Ja, u moet mij eerst laten uitpraten en dan kunt u iets terugzeggen. Zeer innoverend, spannend, ja. Maar je gaat het winnen, net op. Nu mag u wat zeggen. Wat kan ik doen? Ik zou u kunnen bedanken voor het gesprek. Ja, nou, dit, u erg dankbaar hoeft u me niet te zijn. Ik vind u toch, ik vind het nobel van u dat u mij ondanks alles nog bedankt. Maar ik ga nog even door. Oh, je gaat nog even door? Nou, ja. Dat is ook goed. Ik vind dat u ongewild zich heeft laten lenen, meneer Hermans, voor zaken die werkelijk niet te verdedigen vallen. Hermans heeft later gezegd in Nederland, ik ben eigenlijk in Zuid-Afrika niemand tegengekomen die voor de apartheid was. wanneer was dat? 1983? Dat klopt natuurlijk. Dat is absoluut waar van Zuid-Afrika. Omdat hij natuurlijk maar omringd werd door een hele kleine groep mensen. Ja. Nee, maar het is natuurlijk ook een commentaar op het huichelen van mensen. Natuurlijk waren er hopen mensen, een aantal mensen die hij ontmoette, die pro-apartheid waren. Maar het was toen een tijd waar je het niet meer kon zeggen. En vooral niet, dat is onze geschiedenis. Terwijl wij zien Hermans als de ontmaskeraar van hypocrisie. Ja, de grote vraag, en ik kan het niet beantwoorden. Waarom heeft hij over zijn bezoek nooit echt iets geschreven? Dat is toch vreemd? Je kon met Hermans heerlijk een soort, wat wij in Afrikaans noemen, een onderonsie hebben. Maar hij was niet in Zuid-Afrika om hier serieus debat te voeren over de meriten van dit land. Hij was hier om Nederland te provoceren, volgens mij. Nou, heeft Hermans een Surinaamse vrouw die hij niet mee heeft genomen? Heeft u dat niet vervelend gevonden? Of, dat zij niet bij was, niet. Ja, vooral nadat ik haar ontmoette, eerst in Parijs en toen in Ter Vieren, heb ik dit heel jammer gevind dat zij hem niet vergezellen de eerste ronde. Niet. Maar kunt u zich voorstellen dat ze hem niet mee wilde? Dat kan ik me voorstellen, onder die omstandigheden natuurlijk. Ja. Wat had ze gekregen? Status van ereblankie? Of hoe moet ik dat? Ik weet niet, ik weet werkelijk niet. Ik weet werkelijk niet. Dit kan. Wat precies die
die materiaals was destijds. Ik herinner ik me glad niet. Ik heb misschien te weinig daar aan aandacht gegeven. Ik moet zeggen, mea culpa. Wij hebben hier rassendiscriminatie in ieder geval niet in de wet ondergebracht. Nee, maar we hebben dus met de discriminatie van mensen die geen huis hebben en mensen die het wel hebben. Dat hebben we. Ja. Goed, meneer Hermans, voor de tweede maal. Dank voor uw komst. Dank u wel. Ik zie u volgende maand. Maar er gebeurde iets wonderlijks. Het gesprek was klaar. We zaten in de antichambre van de ijsbreker. En ik droeg dat prachtige groene jasje van de Franse keurige kledingwinkel Arnis. Ik weet het nog precies. Waar ze altijd kleine kleren verkopen. Dat zat nogal strak om mij heen. En ik had geweldig gezweet. Werkelijk een grote, natte plek in de oksel. En toen zag Hermans dat en die deed zo. Zei, ik heb het u wel moeilijk gemaakt, hè, meneer Van Dis. Maar toen moest ik vreselijk lachen. Toen was het eigenlijk op dat moment het ook weer voorbij. Toen merkte ik, het is gewoon een pestkop. Het is een groot schrijver, dat hoef ik allemaal niet te vertellen. Maar in de polemische zin vond ik hem erg leuk. Gewoon die mandarijnen op zwavelzuur. Ik zag ook heus wel dat die mensen aanviel. Dat zag ik al toen ik het las. Waarvan wij nu nooit meer zullen horen. Niet door zijn aanval, maar gewoon omdat ze niet belangrijk waren. Maar hij vond het gewoon leuk om tegen mensen te schrijven. En ik ook. Dus dat gaf een zekere band. Hoe is het eigenlijk zo gekomen dat hij een heel boek aan je heeft gewijd? Met een ongunstige titel, Malle Hugo. Nou, hij heeft niet een heel boek aan mij gewijd. Nou ja, twee hoofdstukken zijn zeer negatief. Ik vond de titel buitengewoon vererend. En ja, ik kan me er niet echt kwaad op maken. Maar ik hoor wel van andere mensen dat ze denken dat ik het heel ernstig vind. Maar ik vind het leuk. Nee, dat begrijp ik. Ik kan me ook nog wel voorstellen dat je het leuk vindt. Maar er moet toch iets tussen jullie gebeurd zijn? Ja, er is iets tussen ons gebeurd. Ik weet niet precies wat, want ik hou er niet eens precies bij. Volgens zijn biograaf van Straten zou ik hem een heel onbeleefd briefje hebben gestuurd. Maar ik herinner me daar niets van. Ik geloof wel. Ja, dat klopt. Maar dat... Nou, het is mogelijk. Hij heeft mij een vreselijk aardige brief geschreven naar het Opperlands. En dus toen was ik heel erg verguld, had ik misschien direct moeten antwoorden. Maar ik had toen even wat andere dingen aan mijn hoofd. Maar dat is toch geen reden voor een langdurige veten? Nee, daarom, ik weet niet. Nou, veten kan je het niet noemen. Kijk, we zaten elkaar een beetje te pesten, altijd al. Ik bedoel, er is niks heerlijker dan Hermans te pesten, want dan gaat hij je weer terugpesten. En ja, ik vond het allemaal wel grappig. Het ging altijd over minuscule kleinigheden. We hebben dus in de 19e eeuw een zeer grote schrijver gehad, Multatuli. Iedereen zegt, Multatuli, grote schrijver. Verzamelde werken uitgegeven met tonnen subsidie. Hè? Hier op een brug over het Zeel, geloof ik, een standbeeld voor die man opgericht. Nee, mag ik even uitpraten? Nee. Standbeeld voor die man opgericht. Wat hoorde je nu heel onlangs? Er is ergens in Osdorp, geloof ik, is een straat, die heet de Schoenerstraat. Daar heb je een tehuis voor seniele oudjes, voor mensen, demente oudjes. Hoe heet dat? Het Eduard Douwers-Dekkershuis. Dus ze hebben die grote schrijver geëerd door een huis voor zielige oude mensen naar hem te noemen. Schande. Ja, god nee, maar ik bedoel, dat is toch te dol voor woorden. Je kan je toch niet voorstellen dat de Duitsers dat die aan zo'n tehuis dat ze het Goethe-huis zouden noemen. Dat bestaat ook niet. Of dat ze het Engelse het Shakespeare-huis. Ja, we hadden het over dat Hermans of de herinnering aan Hermans of de nalatenschap van Hermans omgeven is door een aantal heel ijverige soort kajotters die dat verdedigen willen tegen zijn vijanden. Maar zelf voel ik het ook wel zo dat als we nou een schrijver hebben van dat formaat, zo'n bijzonder iemand en die beïnvloed was door denkbeelden die toen verder nauwelijks tot Nederland waren doorgedrongen of die door de theologie waren vervormd en tegengehouden. Als we zo iemand hebben, dan wil je ook proberen om daar een soort standbeeld voor op te richten. Dat voel ik ook zo. Willem Frederik Hermans is nu 10 jaar dood en de vraag komt op hoe zullen we hem gedenken? Er is in Nederland behalve zijn boeken niets van Hermans over. Hij is gecremeerd, zijn as is verstrooid. Er is geen graf, geen standbeeld, geen monument.
Dus inderdaad, je zou kunnen denken om een verzorgingstehuis naar hem te noemen. Je kunt ook een andere kant uitdenken. Zelf heeft Hermans erop gewezen dat hij een map bijhield met allerlei verschijnselen uit Nederland, getiteld Uit het Nederlands Gekkenhuis. Dus je zou je kunnen voorstellen dat je een inrichting naar hem noemt. Maar dat is natuurlijk toch een beetje erg moedwillig. En daarom denk ik aan iets anders. Hermans zelf heeft in dit boek, deze bundel, door gevaarlijke gekken omringd, erop gewezen dat in Parijs, de stad waar hij zo lang heeft gewoond, vele straatnamen naar beroemde Nederlanders zijn genoemd. Je hebt daar de rue Spinoza, de rue Rembrandt, de rue Huygens, de avenue Ruisdael, de rue Scheffer, naar de beroemde schilder Arie Scheffer, de rue Erasme en je hebt er zelfs de rue Saint-Nicolas. Dus ik zou er eigenlijk op willen aandringen dat wij in Nederland ervoor gaan zorgen dat er in Parijs een avenue komt, avenue Willem Frederik Hermans.